Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En Tim, we hebben wederom een interview. We slingen ze er maar uit de laatste tijd, hè? Ja, inderdaad. Maar deze keer niet bij jou thuis aan de keukentafel, maar aan de keukentafel van een, een oud Eftelinger. Geen directeur of marketingman deze keer, maar. Echt iemand die met zijn poten in de klei stond. Uh, letterlijk en figuurlijk, denk ik. Ja, want er zit aan tafel bij Jacques Reijnen. En Jacques was van 1986 tot 1998 hoofddienst Buitenobjecten. Dan moeten we daar maar eens meer over vragen, wat dat precies inhoudt. Van uh, 1998 tot en met 2000 beheercoördinator, afdeling kwaliteit en beheer. En dan nog van 2000 tot en met 2007 projectleider. Dus uh, een lange Efteling carrière, Jacques. En welkom een kleine boodschap natuurlijk. Ja, ruim 21 jaar. Bij de Efteling gewerkt. En dan moeten we denk ik maar eens beginnen gewoon met jouw loopbaan bij de Efteling. Dan ben ik ten eerste benieuwd hoe ben je bij de Efteling terechtgekomen? Uh, via een advertentie in de krant. Want je zei net hoofd van het dienst buitenopjecten, maar ze vroegen een assistent-hoofd van het dienst buitenopjecten. En daar heb ik op gesolliciteerd. En na een sollicitatieprocedure, en een assessment-training, ben ik aangenomen. En dat was dan in eerste instantie dus als assistent hoofddienst buitenobjecten. Maar dan moeten we denk ik eerst eens beginnen, want dan kunnen we dat denk ik afkorten naar DBO. Wat is DBO binnen Defteling? de Dus de, de dienst buitenobjecten heette dat, de huidige tuindiensten eigenlijk. Ah oké, okay. dus een voorganger van Mario deeltjes ben je eigenlijk. Nou, Mario heb ik nog ooit aangenomen. <laughs> dus uh, nee, de, de functie was eigenlijk een hele dure naam, heb ik altijd geroepen voor uitvoerder. Het was eigenlijk het uitvoeren van, van de buitenruimte, zeg maar. Dat was, het was wel de, het idee om hoofd van de dienst buitenprojecten te worden. Om uh, Schapenonk, destijds mijn de leidinggevende, dat ik je zou gaan opvolgen. Piet Schapenonk? Ja, zo, Piet Hé, he? hey, uh, Jacques toen jij begon als assistenthoofd, waar bestond jouw functie toen, uh, toen uit? Wat, wat deed je toen bij de Efteling? Nou, met name de aansturing van, uh, van, van, de, van de buitendienstmedewerkers, zeg maar. Uh, uh, maar ook inkoop deed ik. Ik deed een stukje planning. Uh, we deden, ik deed ook een stukje ontwerp. Ik kan me nog herinneren, het eerste jaar dat ik bij de Efteling werkte, kregen we het Jaar van de Bloem. En uh, het Jaar van de Bloem hield in dat we gingen uitbreiden met de wisselbeplanting. Van 80.000 stuk zomergoed naar 350.000 stuk zomergoed. Zo, zo. En dat was wel even een klusje. Uh, dat moest allemaal voorbereid worden, uitgewerkt worden. En dat was eigenlijk een beetje de taak die ik toen had. Ja, maar, wat, wat, wat veranderde toen? Want jij zegt, jullie gingen van 80 naar 350.000 stuk zomergoed. Hoe kwam dat? Ja, Piet Schapen had destijds bedacht, we moeten het jaar van de bloemen organiseren. Ze hadden geen echte attractie in dat jaar, in 86. En zodoende hadden ze dan, wilden ze de bloemen als attractie maken. En toen zijn toen heel veel groen, bij, bloemen zijn erbij gekomen. Er uh, zijn stukken. Ja, plantsoen, gras uh, opgeofferd waar uh, wisselperken van gemaakt werden. Is dat ook uh, de reden dat we die bloemenpracht jarenlang hebben gehad van om de Siervijver? Nee, nee, nee. nee. De, de Siervijver die was al uh, in die bloemenpracht, want dat is 1981 is de grondletter aangelegd. En toen is daar altijd al wel bloemen geweest. Die, die was er, de Siertuin die is wel uitgebreid destijds. Maar ook waar nu de traptreintjes liggen. We, Kwam in één keer zomaar goed. Uh, waar nu de, ja, de promenade ligt. hadden we vroeger een schuilhutje staan. en daar kwam in één keer zomaar goed. Dat soort dingen werden wel uitgebreid. En verschillende plekken in het park werden ja. aangepakt. Kom jij oorspronkelijk ook uit het groen, Jacques? Ja, ik, ik heb een groenopleiding. Ik, ik heb een middelbare tuinbouwschool gedaan in Breda. En mijn achtergrond is hovenier. Ik moet wel zeggen. Toen ik bij de Efteling kwam, kreeg ik ook met civiel werk te maken: parkeertreinen, verharingen, al dat soort dingen. Dat maakte het wel leuk. Alles wat er buiten gebeurde, maar dan ook letterlijk alles, dat kwam bij de dienst Buitenobjecten terecht. En daar waren wij, Piet Schapel ook met name in die periode, was daarvoor verantwoordelijk. Dus de uitvoering kwam automatisch bij mij te liggen. En ik kan me voorstellen dat het wel heel anders was om eh, zeg maar in de normale wereld hovenier te zijn of ineens bij de Efteling aan de slag te gaan. Ja, de, de, de kwaliteitsniveaus lagen daar natuurlijk wel even iets anders. Ik, ik kwam van een hoveniersbedrijf af. Maar ja, een groenvoorzienersbedrijf. En ja, daar was het meters maken. En hier was je ook echt hovenier. Hier kon je nog het, het vak uitoefenen. Dat, dat was wel een wereld van verschil, ja. En jij was uh, op dat moment assistent hoofd. Hoe groot was de afdeling toen de tijd? Oeh, die bestond uit een vijftiental mensen vast... Daar zaten een drie, vier mensen als seizoenmedewerkers, daar, hoe we dat noemden. En in de winterperiode groeide dat wel uit, dikwijls, soms zelfs tot een man of honderd. Zo, ja. dat is flink. Ja, daar was inhuur, uh, uh, stratenmakers. Uh, destijds uh, Veniersel uit de die, die liep daar dikwijls met twintig, dertig mensen rond, rioleringen aanleggen en al dat soort dingen. Dus dat was, in de winterdag was dat wel een behoorlijke clubjaar. Ja, veel, veel groter dan wat het nu is. Want de tuin is nu volgens mij wat kleiner dan, uh, dan die honderd uh, man, inderdaad. Ja. Nou, ik moet wel zeggen. Die vijftien die mensen die daar vast werkten. daar zaten eigenlijk maar één of twee hoveniers tussen. En de rest was allemaal uit de schoenindustrie. Uh, in, in het verleden van. Ik heb ook een probleem, jongetje. meneer de huisarts. En uh, kunnen jullie die niet aan werken helpen? En dat soort mensen zaten daar hoor. Dus het niveau. met alle respect voor die mensen. Maar het, het hoveniersniveau was uh, bijzonder laag hoor. Dat, uh... Dus na, daar lag nog wel een uitdaging voor jou dan in die jaren? Ja, ja, daar hebben we wel geluk mee gehad, want in die jaren kwam er ook een futregeling. En toen zouden die oudere mensen allemaal uitgestroomd. En toen konden we dus wel hoveniers aannemen. En toen zagen wij ook de productiviteit gewoon uh, gigantisch toenemen. Je moet honderd mensen aan de gang houden in een bepaalde delen van het jaar. Ik kan me voorstellen dat er dan ook flink wel hoge budgetten mee moet gaan. Ja, daar gingen er voor die tijd, gingen daar behoorlijk wat geld in om, ja. Wij hadden, als ik me niet vergis, in, in die periode, ik geloof ongeveer 10 miljoen guldens aan onderhoudsbudget. Oh, dat is heel flink. Dat zou in deze tijd ook nog best flink zijn. Ja, inderdaad. Ja, Want de, de Efteling was toen natuurlijk dicht in de winter... Hè? van uh, eind oktober tot, uh, tot pasen zeg maar. Ja. Uh, waar hielden die honderd mensen zich dan de hele winter mee bezig? Uh, nou, de, 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 de vaste mensen met ingehuurde, die hielden zich bezig met het uh, zomergoed eruit bloembollen erin. Dat was echt een, een klus van een week of acht. Zo. Daar waren ze echt een week of acht mee bezig. En dan huurden wij dan mensen in. Er werd ook nog handmatig gespit... In die periode, nou, daar hebben we heel snel een eind aan kunnen maken. Want daar hebben we een klein spitmachientje voor kunnen kopen. Dus dat, dat scheelde allemaal wel. Maar daar kwamen we ook bij, in die periode, uh, werden ook de investeringen altijd gedaan. Als de efteling gesloten was. En uh, ik kan me herinneren, als daar een steenbok gebouwd moest worden. Nou, dan moest daar riolering naartoe, moesten kabels naartoe, leidingen naartoe. Nou, dat lag allemaal onder van verantwoordelijkheid van ons. Oké, okay, dus er was toen nog geen aparte projectenafdeling. Jullie nee. werden eigenlijk ook ingezet voor alle nieuwbouwprojecten. Ja, in het park. ja, ja. Dat, was, dat was een dienst buiten objecten. En die deden dus gewoon alles. Die verzorgden ontwerpen, die verzorgden de, de investeringen... die deden het beheer, het onderhoud, die deden gewoon alles... Ja, want uh, er werd in de jaren natuurlijk volop gebouwd. Hè. Je ging na het uh, eind 86 bij de Eftelingen aan de slag. Uh, daarna werd uh, onder meer pagode gebouwd. Uh, maar ook het, het Lavelaar, uh, de Pegasus-droomvlucht. Uh, kan je je nog herinneren hoe, die, uh, hoe het toen was om voor die projecten te werken? Ja, dat was uh, met name de pagode, dat kan ik me nog heel goed herinneren. De Efteling, dat was een stichting en die namen een stichting die nam al genoegen met een, 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 een stichting dan uh, met een klein beetje winst. En als ze een eentje hadden en een uitje hadden, was het voor die mensen goed. Bij de Efteling gebeurde ook heel veel op regiebasis. Er werd maken geroepen, er moet straatwerk gemaakt worden en uh, uurtjes en al die dingen meer. Toen gingen we de pagode bouwen en maakten wij het ontwerp voor de meehandeling. Uh, dat moest naar boven toe, een ontwerp gemaakt. En toen hadden we met de stratenmaker afgesproken van... joh, uh, jij moet uh, dit gaan maken. Dit is het, dit is het ontwerp. Wat gaat dat kosten? Dus we spraken daar eigenlijk een vaste vierkante meter prijs af. Uniek voor de heftling in die periode. Alleen in die periode, uh, Van Bokstorp leverde het zand... Van Ierse verwerknut en van Haren, die deed straatwerk. Nou, drie verschillende aannemers. Met de wetenschap van nu, weet je, daar komt ik gedonder van. Ja. Vervolgens, uh, nou, het zand werd geleverd, het werd verwerkt. En de stratenmaker, die had plus min 5, 5 centimeter, moest hij nog uh, verzorgen. Het einde van het liedje was dat, uh, uh, nou, de stratenmaker is daar bezig. Hij is klaar. En het einde van het liedje was gewoon van ja, maar ik heb veel meer grondwerk moeten doen veel moeten verwerken. Ja, oké, okay, maar we hebben die meterprijs afgesproken en we zaten te praten en op een gegeven moment zei Piet Schapendonk nou, dan doen we het wel een uren afrekenen. Hij keek mij aan van weet jij hoeveel uren ze gewerkt hebben? Ik zei, nee, ik weet wel de vierkante meters, maar die moest ik bijhouden, maar de uren weet ik niet. En toen kwam van, meneer van Haren, die kwam keurig met een briefje. Dit zijn de uren. Nou, en toen konden we niet meer als nee ja zeggen. Nou, daar heb ik heel veel van geleerd in die periode. Want toen heb ik gezegd: van, ja, dit moeten we in de toekomst echt even anders doen. Ik kan me voorstellen dat, er, de, niet, uh, op, dat jullie er qua budget niet op vooruit zijn gegaan. Nee, nee, dat was, werd flink, flink duurder. Was in die periode ook niet zo'n heel groot probleem. Want ze, ze, ze kenden bij, bij de Efteling destijds eigenlijk niet zozeer het budgetverhaal. Dus ze gingen een attractie bouwen en ze hadden wel een bedrag in het hoofd. Maar al die attracties liepen gierend uit de klauwen. Ik, ik, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik me de, kan me de verha verhalen herinneren... van een vader Magana, die is twee, drie keer over de kop gegaan. En daar maakte ze zich helemaal niet druk om. Want die stichting die had zoiets van, joh, het, het loopt, het, het gaat. En, uh, ik vind, we vinden het wel best... Ik kan het je tegenwoordig bijna niet meer voorstellen. Nee, nee. Nee. <laughs> Jij zegt dat jullie ook het ontwerp verzorgden van de buitenruimte. Maar ik kan me voorstellen dat, het, uh, dat er af en toe wel wat afstemming nodig was met de, de ontwerpers van de attractie, met een Ton van de Ven of een Henny Knoet. Uh. Ja, 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 nee, dat was echt wel, wel afstemming. En daar ging er soms ook wel hard aan toe. Uh, met name Piet Schapenhoek was, was een redelijk autoritaire man. En die schoot nogal makkelijk uit zijn slof. Dat hij zei: van uh, daar ging die stemverheffing omhoog. Destijds met Bart Jutte, met name, dat was hoofd van de technische dienst. En uh, ja, ik heb daar menig uh, gevolg van meegekregen. Als, als wij, wij zaten achter waar nu het theater is. En, en dan kwam Bart Jutte binnen en dat was pas wel eens vuurwerk. Dat, uh... om, om wat voor zaken dan? Waar moet ik dan aan denken? Nou, de kleinste fataliteiten soms. Van, uh, een, een hoogte van 1 van of twee centimeter ging het vaak om. Dan denk je, jongens, waar <laughs> hebben we het over? Uh... Echt, echt twee baasjes dus. Ja, dat waren echt... ja, maar dat was in die periode ook wel. Er zat een staf van dertien van mensen. En die, die hadden allemaal een eigen mening. Maar er zat een, een hoofd-PO. Die staat daar mee te praten over een attractie. En dan denk je jongens, kom op zeg. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Ja. <laughs> het was wat dat betreft, net, net of je bij een gemeente werkt dan. Uh, ja, was, <laughs> die was misschien nog wel beter georganiseerd. <laughs> In die periode moet ik zeggen hoor. En ja, wat ik nog wel benieuwd naar ben buiten de projecten zelf, want we kunnen daar nog wel even over verder gaan, denk ik, is uh, hoe het toen aan toe ging als het seizoen was afgelopen. Want uh, toen was het natuurlijk zo dat de Efteling gewoon ging voor, uh, voor heel de winter. Was het dan zo van, uh, de laatste bezoeker lopen naar buiten... ...hup, meteen alle bloembedden worden leeggetrokken, overal wordt flink gesnoeid? Of, uh, ja, nou... daar kwam het wel op neer. De, 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 op het moment dat de laatste bezoeker wegging... ...ja, dat was dan zondags en dan smalensmorgens... Dook iedereen het park in, dan werd alles ontmanteld. Uh, de bootjes gingen uit de vijver, uh, de, de, de molens werden afgebroken. Uh, wij gingen dan inderdaad al alle, alle het zomergoed gooien. De, de kuiplanten gingen naar binnen, dat was eigenlijk de eerste actie. Want die, die moesten eigenlijk al binnen staan vaak. En dat, dat ging als eerste, daar waren we al een week of anderhalf, twee mee bezig. En dan gingen de bloemen eruit en dan gingen, kwamen de bloembollen binnen. En die gingen dan de grond in. Dat is denk ik wel een flinke operatie, want ik kan me voorstellen dat dat een moment is dat je in één, ja, eigenlijk van een op de andere dag tientallen extra mensen of handjes nodig hebt. Ja, ja klopt. Dan stonden er ook een aantal mensen klaar. En uh, daar hadden we van, het, van tevoren, uiteraard, al wel uh, georganiseerd dat, uh, dat er ondersteuning was ervoor. En ik moet wel zeggen, dat waren vaste aannemers waar we mee werkten. En die wisten dat ook, die hielden daar al rekening mee. Je wist er gewoon, als wij uh, op zondag dichtgingen, op maandag, dan uh, begint het circus te lopen. Die hadden het gewoon in de agenda's op staan voor de komende jaren. Ja, ja in, in wezen wel. Ja. Die hadden dat gewoon vastgelegd. En die wisten gewoon: van dan gaat er van alles gebeuren daar. Dan moeten we daar ruimte voor, voor reserveren om, uh, om, om die werkzaamheden te doen. ja. Wel heel anders dan nu natuurlijk. Want nu moet heel veel van het hovenierswerk of uh, s ochtends voor openingstijd of uh, na sluitingstijd. Het zal opname name s ochtends gebeuren nu. Uh, maar toen de tijd weg, denk ik, veel van het werk uh, opgespaard voor na de, de parksluiting. Ja, ja, de, 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 echt de en zo. Ja, dat deden we eigenlijk al het grotere werk waar bezoekers last van konden hebben. Dat deden we na sluiting. Uh, oktober, november, als we dicht gingen, eind oktober meestal na de herfstvakantie gingen we dicht. En dan uh, ja, dat, dat begon het circus te draaien. Ja. Was het dan ook uh, een beetje langlevende lol in de winter? Om, omdat je het hele park voor jezelf had eigenlijk, die maanden? Nee, het was niet langlevende lol. Er werd echt wel gewerkt. Wat wel was, je kon met auto's het park in. Je kon met machines het park in. En dat gebeurde wel veel meer. Ja, dat, uh, dat wel. Maar het was niet echt langlevende lol. Er werd wel gewoon uh, stevig doorgewerkt. Ja, dat <laughs> moet ik wel denken. Een van de projecten die jij hebt aangepakt, is de herinrichting van het parkeerterrein. Ja. Ik ben wel benieuwd wat, wat was de situatie voor en wat was het doel om ze opgelost te worden, zeg maar? Nou, het doel was uh, betere aan- en afvoer van, van auto's, hè, van, van voertuigen. Daarvoor was het eigenlijk alles gas. Er is een ontwerp gemaakt. Ik stond niet 100% achter het ontwerp, want het is allemaal heel krap opgezet. De reden daarvoor snap ik, want hoe meer auto's je kwijt kwijtkomt hoe beter het was. Maar de voornaamste reden was wel... en ook uh, de plannen waren al om de entree te verleggen... om het parkeerterrein uh, dusdanig in te richten dat hij het, het, het nieuwe entreegebouw kreeg uh, zou zijn. Ja, want even voor de volledigheid... het, het resultaat is het parkeerterrein, het hoofdparkeerterrein zoals we het nu kennen. Ja. Maar dat, uh, die, die klus, dat project dat vond plaats begin jaren 90. was tot toen al bekend dat de entree ging verhuizen, ja? Ja, ja. Die plannen waren er al. Uh, ja, goed, zoals alle plannen er al heel lang liggen bij de Efteling. Ik bedoel, uh, Symbolica, daar heb ik de eerste tekeningen nog van gezien... ergens in uh, 2000 al. En die is pas recent gerealiseerd. Dus plannen willen eens heel lang bij de Efteling blijven liggen. Ja, ja daar ik wel, er gebeuren ook wel uitbreidingsplannen... met de Westen en Oosten die al heel lang op de plannen liggen, denk ik. <laughs> Precies. Nou, ik kan me nog herinneren. De eerste dag dat ik bij de Efteling begon... toen rolde Piet Schapen ook een tekening uit... En die zei: Dit is over tien jaar de Efteling. En dat was de wereld van de Efteling. Er was een tekening van de grond mee. Waar een tweede themapark op stond. Hotels op stond. Een golfbaan op stond. Uh, uh, een uitgaanscentrum. Weet ik al niet meer. Dus denk je die tekening met die, die met stift ingekleurd is voor een groot deel? Of niet die hele grote. Ja, het was wel een grote, grote tekening. Het was wel een digitale tekening. Nou, digitale. Wel, maar. Dat was de eerste tekening die ik voor mijn ogen kreeg. <laughs> en, in, en inmiddels zijn we een, een flink aantal decennia verder. En is nog, denk ik, maar een klein deel daarvan gerealiseerd. Ja, eigenlijk alleen de Galopbaan maar. En het theater. Ja, dat is wel mooi. komt er voor de eerste dag binnen. Ja, nou, we gaan eens dus even rustig beginnen. Dit is alles wat de komende tien jaar gerealiseerd <laughs> moet worden. Succes! Oh. <laughs> maar, maar nog even terug naar het parkeerterrein. Ik kan me wel voorstellen dat dat qua, qua infra en qua straatwerk echt een monsterklus was. Ja, ja, we hadden een, aan de ene kant geluk. Het was een zachte winter. Aan de andere kant hadden we wel pech, want er was veel regen. En er stond veel water. En, maar dat was inderdaad stevige klus. Dat uh, wegenbouwbedrijf van Haren heeft het gemaakt. En die is daar echt wel een hele winter met een man of twintig, dertig bezig geweest. Ja, want op zich, het trein zoals het er nu ligt, gaat wel al sindsdien mee. Dus wat dat betreft was het best toekomstbestendig. Wel inderdaad, ja, het is wel krap. Ik denk ja. dat iedereen daar zich wel... Uh, in kan vinden en de, de, de nieuwe uitbreidingen bij KLM... die zijn ook een stuk ruimer opgezet. Dus daar hebben ze denk ik wel van geleerd. Was wat jou betreft, een, uh, want er gaat ook veel meer parkeerruimte realiseren... in de toekomst, Was al, wat is wat jou betreft een goed parkeerterrein? Wat zou dat moeten voldoen? Oeh, uh, nou hij moet in ieder geval voldoende ruimte hebben. En ik weet, die overloop die hebben al wat meer ruimte. Ja, dat bedoel je dus ruimte voor de auto's? Gewoon ja, per, voor ja. de auto's, want uh, ja, de auto's zijn nog niet kleiner op geworden in de afgelopen jaren. Ja, het moet goed bereikbaar zijn. Het moet een vlotte toevoer en afvoer kunnen hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Het moet verhard zijn. Wat ik wel vind, er moet schaduw zijn. Mm -hmm. En ja. dat mis ik op het huidige overloopverkeerterrein. Ja, ja. Oh. Dat is weer moeilijk te realiseren, want het is een afvalplaat. En om daar bomen te laten gaan groeien... <laughs> ja, ja, het kan... Maar dan gaat de investering wel gigantisch omhoog, want dan moet je ondergronds moet je wel voorzieningen treffen dat die bomen kan gaan groeien. Maar wat jou betreft zou het, het toekomstige grote parkeerterrein van de Efteling dus veel groener moeten zijn. Ja, ik, ik vind als je op zo'n asfalt staat, hè, wat nu het huidige overloopparkeerterrein is. En je komt dan smiddags bij je auto aan, en dan is het 40, 50, 60 graden in je auto en dan word je niet vrolijk. Nee. Het mooie op het, het hoofdparkeertrein wat jij nog hebt aangelegd, is natuurlijk dat, dat zeker uh, aan, aan het, uh, ja, zeg maar het noordelijke gedeelte, bij de oude ingang west dat dat nog heel erg groen is. Hè. Sowieso heb je dat natuurlijk heel veel gras, maar er staan ook nog heel veel oude bomen. Dus leuk dat je het zegt. Maar die bomen die daar, daar staan oude bomen, maar daar staan ook nieuwe bomen. En die nieuwe bomen, die doen het in het gras veel beter als de nieuwe bomen in de verharing. En dat is wat ik net zeg. Die bomen in die verharing die staan in een bloempotje. En die zullen nooit tot volwassendom komen. En dat, dat kun je daar heel mooi zien. Dat, dat je, als je ondergronds niks doet, daar hadden we toen geen budget voor. En ik heb later nogal iets geprobeerd om het wat te verbeteren. Want er stonden eerst nog in een veel kleiner bloempotje. En later hebben we nog wel uh, de bloempotten wat groter kunnen maken. Maar ook niet echt spectaculair groter. Maar daar kun je dus aan zien wat een boom nodig heeft. Die heeft een, een groeiplaats nodig. Kwamen jullie trouwens, want het parkeerterrein is aangelegd uh, op, op de voormalige sportvelden. Kwamen jullie nog, nog restanten tegen van uh, het, het oude gebruik van dat terrein? Nee, nee niet, op het, niet op het parkeerterrein. Nee. nee, we zijn nog wel een keer de tennisbanen tegengekomen. Oké. Okay. Die, maar dat, dat was in het park. In het jaar van de Bloem ook hebben, hadden we daar, uh, waar nu de Boulevard en pannendroom zit, hadden wij een assortiment zijn gemaakt. Waarin de alle aanwezige zomerbloeiers en bollen met naamplaatje in stonden. En daar kwamen we nog wel de oude tennisbanen tegen. Ja. Dus dan krijg je ja. een bakken gravel die uh, tegen. Ja. <laughs> Daar was een, gewoon een bos over aange, overheen aangeplant. Oh, er was een laagje grond overheen gegooid en daar had je planten <laughs> op gezet. <Okay>. Mm. <laughs> dus daar had je nog wat huiswerk te doen voordat je daar een fatsoenlijke tuin kon maken. Ja, 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 daar hebben we nog wel even uh, iets moeten regelen. Waren dat soort dingen al van tevoren bekend of kwamen we er echt tegen thuis het werk? Daar kom je tegen thuis het werk. Er dus <laughs> was ja. weinig vastgelegd vroeger, hoor ik wel. Nee, er was heel weinig vastgelegd. In, met name die periode dat ik met de kabels en leidingen bezig was. Nou, Daardoor er waren heel veel tekeningen. Kladjes zo, van, van, van een a je zo, waar een paar strepen en een paar maten op stonden. En dan stond er, als je geluk had, nog een stukje tekst bij waar het was. Maar dat was het. Ik kan me voorstellen dat je dan in al die jaren dat je in de Efteling aan het graven bent geweest... dat je behoorlijk vaak voor verrassingen kwam te staan. Wij kwamen, als, we, als de schop de grond in ging, dan wisten wij... we komen iets tegen wat we niet weten. Er is dus ook regelmatig een kabel gesneuveld, ook, ook echte hoogspanningskabels. Die van Trafo naar Trafo liepen, die hebben we ook al een keer geraakt. Maar ja, goed, ja, daar hoor het bij het vaak. Ik bedoel, als we het niet weten, weten we het niet. Nee, ik zag laatst nog een vacature voorbij komen voor, uh, wat was het, maintenance engineer ondergrondse infra. En volgens mij is, die, wordt die persoon aangenomen om uh, daarmee aan de slag te gaan. Ah, nou, we, we waren er al wel eerder mee aan de slag. Want, uh, er is in die periode ook al wel heel veel verbeterd. Want we hebben toen al die klatjes wel verwerkt in een digitaal bestand. He, uh, maar daar stond wel altijd een stempel op: van uh, indicatief, uh, niet betrouwbaar. <laughs> en we hadden kabels die hielden hierop, die gingen hier weer verder. Maar het stuk ertussen, dat wisten we niet. Dus, uh, maar daar is wel mee begonnen. We hebben toen ook iemand aangesteld, uh, die werkte nog. Uh, die dan, als er een kabel gegraven werd, dat die ingemeten ging worden. Weliswaar met GPS, dus ook afwijkingen mogelijk, maar hij werd in, er werd in ieder geval wel een start gemaakt daarmee. Nou mooi. Hey, we hadden het net over het parkeerterrein. Een ander project dat begin jaren negentig speelde met een hele interessante buitenruimte is natuurlijk het lavelaar. Echt een, een kunstwerkje, maar ook qua verharding en qua groen en qua water is dat nou echt om uh, door een ringetje te halen. Waar waren jullie daar ook bij betrokken? Ja, ook daar, de buitenruimte, uh, die hebben wij zelf ontworpen ook helemaal. We hadden toen inmiddels wel iemand uh, die uh, de tuintjes ontwierp. K.B. Baranongen. En die ontwierp het. En, maar de ideeën kwamen wel van mij en Piet Schapendonk af. En uh, ja, goed, de ontwerpen daarvan... in overleg met Ton van de Ven met name in die periode... ja, die wel van, kwamen toen wel van ons af, ja. En de realisatie, uiteraard ook. En dan zit heel veel moois in, hè? Als je uh, al die aparte borders en bruggetjes en, en die waterloop ziet. Uh, hoe kwamen jullie dan op die ideetjes? Hoe ging dat? Ja, hoe ging dat? Oeh, dat, dat, dat gebeurde al brainstormend. Het, uh, het laverlaar, ze kwamen uit de grond, uh, ze kwamen naar boven. Nou, een watertje erdoor, dat zou wel leuk zijn. Ja, dan moet er wel stroming op zitten, want anders krijg je een probleem. Dan krijg je vervuild water. Nou, en, en, zo groeien dingen. De, de schetsen van Ton van de Ven nam je daarin mee. En op een gegeven moment kwam het op de bestrating en dan moest een bestrating komen. Ja, oude walen. Nou, toen vonden we ergens een, een weg in Zeeland. Van, met hele oude walen, krom en alles. Nou, met ton overleg. Nou, hey, dat zijn wel mooie walen. Nou, toen moest de stratenmaker aan de gang en die is gewend. strak de straten. Nee, er moet er ruimte tussen zitten, want dan gaan we dat afstrooien met Silex. Silex mag niet meer, maar dat was toen de tijd een, een halve verharing. En daar zouden we het mee afstrooien. Nou, dan zit zo'n stratenmaker echt even naar. je Die kijkt kijken. <laughs> van: heb jij een klap van de molenwiek gekregen of zo? Ja. Want uh, <laughs> dit, dit kan toch niet? Nou, en toch willen we het zo hebben. Dus ja, dan, ook mensen moeten, moeten om. Ja. ja, want het moest daar dus vooral niet strak zijn in het straat Nee, Nee, maar dat was ook een beetje. Uh, ook in de geest van Anton Pieck die, 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 Ik heb de verhalen wel eens gehoord van Meiring van, van Heumen. Van, dan hadden ze iets gemaakt. Ja, ik vind het wel mooi. Maar, en Nou was je klaar, dan was je op klopershoogte. Of hij dan zei: Die geeft mensen een hamer. Dan moet je nu overal deuken in te slaan. En dat soort dingen. Dus ja, in die geest probeer je verder te denken. Ja, en volgens mij is er in die zin op het la, bij het Lavelaar ook niet bezuinigd op de details. Hè? Want het is echt heel rijk uitgevoerd met overal weer muurtjes en, en hekjes. En uh, uh, hadden jullie daar zo de vrije hand in? Uh, nou ja, de vrije hand in principe ja, maar wel alles in overleg met Tom van de Ven. Tom van de Ven was wel de uh, uh, grote baas wat esthetische kant betreft. Dus uh, daar kwam je niet langs hoor. <laughs> <laughs> daar kwam je echt niet omheen. En een van de dingen die u ook vindt in het lavenlaten zijn die IJslandse boomwortels. Is er dan ook iets wat uit jullie koker komt? Ja, nou moet ik zeggen, dat kwam echt van Piet Schapenhoek af. Die kwam daar bij toeval uitgelopen. Dat zijn uh, die boomstronken, die, die, die liggen al eeuwen ergens in IJsland uh, in de zee. En die zijn ze nu allemaal naar boven aan het halen. En uh, die zijn daar inderdaad verwerkt. Ja, klopt. Die zijn heel erg goed geïmpregneerd. <laughs> Tot de natuur, ja. Um, iets wat trouwens eerder speelde, is uh, uh, de opname van heel veel uh, spellenshows in de Efteling. Ja. Denk bijvoorbeeld aan uh, sterrenslag en Talante in de lucht. Ik heb begrepen dat jij daar ook nog uh, flink mee bezig bent geweest. Ja, klopt. Een, een van mijn eerste klussen. werd uh, in 1987. Dan moest een stadion gebouwd worden. En, uh, de Efteling bouwde een stadion. En Van die zorgde voor de tv-opnames. Dat was een redelijk uh, strakke scheiding. En op het moment dat we groen licht kregen, ben ik daar met de nodige aannemers dat stadion gaan bouwen. En overigens wel leuk, dan kom je bij zo'n opnamevergadering te zitten. En uh, er was nog niks opgenomen. En toen wist ik al dat Avro, Tros en Veronica in de finale zouden staan. En de Avro zou winnen. <laughs> dat was van tevoren al. Uh... Ja, dat was allemaal al geregeld. <laughs> dus, uh, sindsdien geloof ik niet meer zo in, in tv-opnames. Nee, maar dan, 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 dan moet je ook artiesten en zo. En dan moet je ook. Uh, uh, hotel artiesten noem ik het maar even. Van, uh, je kunt toch wel zien wie ik ben? <laughs> denk je, ja. Maar op zich, op zich zijn dat wel, zijn dat wel hele leuke, leuke dingen. Het jaar erop hadden we The Way of Life. Dat is maar één jaar geweest met Ron Brandsteder. En dat was achter bij, bij de Thinist, uh, was dat Toen hadden we, was onze kantine, kantine die was nog uh, perskamer... Uh, dat uh, was ook leuk. En dan ja, Talente Zee en In de Lucht, uh, die, die, die zaken opbouwen. Overigens werd, uh, werden die, uh, BF Live en Talente Zee en In de Lucht... die werden echt door de NOS opgebouwd, hè, of door de Tros eigenlijk. Uh, daar hadden we niet zo heel veel bemoeienissen mee. Alleen de, de coördinatie uh, tussen het park en, 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 uh, en de opnaming. Het sterrenslag wel, dat, dat stadion bouwen, dat lag helemaal bij ons. En de, dat stond zeg maar op het, het circusveld toen nog tijd, wat ja, we nu terrein, uh, noemden we dat, uh, waar, waar nu eigenlijk symbolica staat ongeveer. Ja. En er werden in die, die tijd wel vaker uh, tijdelijk uh, podia en tribunes gebouwd, onder meer in het oude zwembad, hè, voor het zomertheater. Ja. Deden jullie dat dan ook? Uh, nee, dat, 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 dat oude zwembad dat, dat, werd met name door de bouwdienst gedaan. Ah, kijk, daar was, ja. was ook een verdeling in dan. Ja, dat, dat was eigenlijk helemaal bouwkundig. We hebben daar wel die bestrating, uiteraard, toen destijds aangebracht. Maar de tent en, en, en verder binnen, dat was echt bouwdienst. Uh, een, een ander project wat, wat in die tijd uh, speelde, eigenlijk na het lavelaar, was, uh, was droomvlucht. Daar ging natuurlijk uh, van alles mis. Daar hebben we inmiddels uh, in diverse interviews al het nodige uh, over gehoord. Uh, onder meer van Erik van der Brand en uh, Reinhard van Assendelft, natuurlijk. Ging dat, uh, qua, was dat qua buitenruimte ook een lastig project? Of hadden jullie het. Uh... ...wel goed voor elkaar? Nou, daar hebben wij niet zoveel problemen gehad. Het enige wat we daar hadden, daar stonden wat oude beukenbomen... ...en die moesten en zullen, zouden uh, bewaard moeten blijven. Ik ben er altijd niet, geen voorstander voor geweest. Want uh, waar nu de meandering ligt, stonden die beukenbomen. En daar uh, was, was de ontwerper ook niet, ton ook niet echt blij mee. Uh, ik heb gezegd van, joh, je gaat daar zoveel roeren rondom die bomen... ...die, die gaan dan niet redden. Nou, achteraf ook gebleken... Niet dat ik achteraf me gelijk wil hebben, maar goed, dat is, dat is gebeurd. En verder, ja, we hebben daar wel wat werk gehad uh, aan het voorplein, zeg maar. Maar dat was voor ons uh, appeltje-eitje. Nou ja, volgens mij was dat ook best wel een, een klus. Want dat hele gebied was van, uh, van oudsher, uh, waren dat uh, de voetbalvelden van Desk. Daarna is dat een groot, uh, grote picknickweide geworden. En ineens moest daar uh, toch een behoorlijke infrastructuur worden aangelegd. Jawel, wat dat betreft was het wel een grote klus, maar het was... Ja, ik, ik wil niet zeggen een routinematige klus, maar het, het was wel te overzien. Het was uh, uh, grond, uh, grondwerk en uh, straten maken erop, even, even gechargeerd. Dus ja, goed, uh, dus dat viel wel mee. Ja, uh, wat, wat, wat denk ik wel een uitdagende klus voor jou was in die tijd, is de aanleg van het golfpark. Ja, dat, dat was wel een uh, hele leuke klus. Steef die was toen een ingehuurde projectleider. Uh, alleen met de baan zelf, daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Uh, ja, dat, dat is een klus die de nodige voorbereidingen uh, gekost heeft natuurlijk. Uh, en dan, ja, qua uitvoering zijn we bijna een jaar mee bezig geweest. Dus uh, dat was wel een uh, le leuke uitdaging. Ik ja, kan me in, wel indenken dat het niet echt alledaags was. Uh, want je, jullie waren natuurlijk wel gewend aan het aanleggen van uh, grasvelden en bloemperken en bossen. Maar een golfbaan aanleggen is natuurlijk een hele andere kost. Ja, nee, dat klopt. En... Uh, toen wij die golfbaan gingen aanleggen... en hij zou ook in beheer bij mij komen, bij de, bij de dienst. En toen heb ik al gezegd, van, joh, ik heb geen verstand van golfbanen. Daar wil ik dan wel even verstand van gaan krijgen. En toen heb ik samen met een andere collega... bij een cursus greenkeeper gevolgd. En uh, ja, dan leer je toch hoe je met een golfbaan moet omgaan. Want het is echt wel wat anders dan een grasveldje maaien inderdaad. Wat uh... was er dan een beetje de grote verschillen met een normaal grasveld? Nou ja, een green maai je op een millimeter... En er zijn maar twee grassoorten die daar kunnen. En dat is, oh, dan moet, moet ik in mijn geheugen. Dat is roodsvink en struisgras. Hey, het zit er nog. Het zit wel diep weg, maar ik kan het toch <laughs> naar boven halen. En, maar dat is ook heel gevoelig dan. Want zo'n zo green is een heel gevoelig stukje uh, kunstmatig natuur... En daar mogen geen wormpjes in zitten, daar mogen geen mollen in komen. Daar komen heel makkelijk ziektes en schimmels in. Uh, ja, daar komt altijd een en ander bij kijken ja, om zo'n green te onderhouden. Kijk, die fairway, dat valt wel mee, dat is gewoon een grasveld. De tee wordt al iets moeilijker. Want die, 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 ja, die vraagt alweer iets andere eisen. Hè? Met name de afslag, ze beschadigen hem nogal met die clubs. En de green, ja, dat is echt een uitdaging om die uh, in, in, goed in stand te houden. Dat komt wel wat bij kijken, ja. 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 En het was natuurlijk ook qua oppervlak het, het allergrootste project... wat ooit is gerealiseerd in de Efteling. Ja, ik moet echt in mijn geheugen zitten ploegen nu... maar uit, uit mijn hoofd zeggen 110 hectare. Ja. En daar, daarbij vormden jullie vooral landbouwgrond om naar golfbaan. Ja. ja, het was allemaal landbouwgrond. De beplanting die erop stond, die is, dat is ontwikkeld door de Vlinderstichting. Uh, want de, als vlindertjes het naar de zin hebben... Dan is het goed voor de natuur. En dat bleek ook wel, want al na één of twee jaar. voerden wij tellingen uit. en kwamen nogal al vlindersoorten terug. die al heel lang daar niet meer geweest waren. En, maar die, die aanplant maakte een onderdeel uit. van de natuurcompensatie. die we nodig moesten doen. voor de verblijfsaccommodatie. Ah. Mm. Slim, slim. Ja. En een ander onderdeel van het golfpark is het klaterwatersysteem wat daar overheen gaat. Natuurlijk ook iets wat ervoor niet bestond. Dus daar ben je ook vast bij betrokken geweest? Ja, daar ben ik van begin af aan bij betrokken geweest. Dus eigenlijk wel een van de leukere projecten die ik ooit gedaan heb bij de Efteling. Ik kan me herinneren, we kregen, eind jaren tachtig kregen we een brief van de provincie. Dat de provincie alleen nog maar hoogwaardig gebruik van grondwater toestond. En laagwaardig grondwaterverbruik er moest worden afgebouwd. Nou, pompten wij 400. We hadden een vergunning, zou moet ik moeten zeggen. voor het oppompen van 415.000 kubieke grondwater. om de vijvers in de, in de park peil te houden. En ik vond dat behoorlijk hoogwaardig. Ik denk, ja, als er water niet meer is, dan zijn die vijvers weg. Dus ik vond dat wel heel hoogwaardig. Nou, daar kwam ik niet mee weg. En. Uh, nou, toen zijn we gaan denken: van ja, hoe gaan we dat doen? Gaan we die vijvers, die bodems afdichten uh, met bentoniet? Uh, uh, gaan we ergens een groot bassin bouwen waar we het hemelwater op gaan vangen? En dan zomers, maar ja, ik ga maar eens ergens 250.000 tot 300.000 kubieke grondwater bergen. Nou, ik geef het je te doen. Wel alles de revue, revue te laten passeren. En op een gegeven moment zat ik, zat ik persoonlijk te denken: van, joh. Wij voeren heel veel regenwater en vuilwater af naar de rioolzuivering. Die zuiveren dat en die brengen het als oppervlaktewater terug in het milieu. Kunnen wij dat water dan niet terugkrijgen van jullie? Nou, er was een overleg met, uh, met het waterschap. Het waterschap West-Brabant, nu de, de Brabantse Delta. En. Uh, en toen zat er een meneer, ik weet zijn naam niet meer, en die zei... ja, zit je, kan wel, maar, maar dan zit er zitten al allemaal beestjes in, torretjes en toestandjes... en hij kon er heel mooi vertellen, maar dan moest er dus wel iets gebeuren. En toen zijn we op het spoor gekomen van een, een helofietenfilter. Ik kan me nog herinneren, er kwam op een gegeven moment een grote oplegger... het op oprijden van uh, de kleine aarde uit Boksel. En daar stond een, een toilet en een uh, helofietenfiltertje. En daar gingen mensen dus ook naar het toilet... En dan ging dat water ging via een hele fieterfiltje naar de kraan toe. Ik moet wel zeggen, er zat nog een koolstoffilter tussen. En die man die drong daar gewoon het water uit. En toen hebben wij de waterzuivering hebben we een heel klein proefveldje gemaakt van, uh, met hele fieten. Om te kijken hoe de kwaliteit is die eruit kwam. Nou, bleek dat er nog wel wat uh, ijzer toegevoegd moest worden, geloof ik. Maar goed, lang verhaal kort... Toen hebben we een Europese subsidie hebben aangevraagd om het aan te leggen. Die hebben we ook gekregen. En zijn wij, uh, hebben wij een leiding gelegd uh, van een waterzuivering, ongeveer vier kilometer, naar een hele fietenfilter aangelegd. Het hele fietenfilter, het water, werd daar dus verder gezuiverd in dat filter. Dan ging het van het filter ging het naar de vennen in de golfbaan. Want die zitten wel in contact met grondwater, dus zodat het nog met grondwater vermengd werd. En door de Ven heen, bij het fan van de, bij het clubhuis, ik weet niet meer zo Ven het fan West is, er, geloof ik, ging het van daar ging het naar de Efteling toe. Werd het gepompt naar de Efteling. En dat was een project, ja, dat, dat heeft een voorbereiding gekost. Ik uit mijn hoofd gezegd: van ja, 4, 5. Want in 1994, 95 is het opgeleverd. En daar ben ik van begin af aan wel bij betrokken geweest, ja. Dus toen kwam het eigenlijk wel goed uit uh, dat er ook een golfpark aangelegd ging worden. Want dat was meteen de perfecte plek natuurlijk om die, uh, die vennen te realiseren en dat hele fietsenfilter. Ja ja, 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 ja. En ik denk ook dat de aanleg van de golfbaan het filter wel in een versnelling heeft gebracht. Anders denk ik niet dat het er nog zo snel gekomen was. Ben ik ben wel benieuwd waar dat testvennetje dan lag, uh, waar jullie die eerste uh, proeven mee hebben gedaan. Dat, dat lag echt op de, op de zuivering bij, bij Kaatsheuvel, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel. Dat was ook maar heel klein, dat was uh, ja, twee bij vier of zo. <laughs> Oké, okay, dat is echt klein inderdaad. Ja, nee, maar er was gewoon kijken wat, wat doet dat riet. En, en, en als het daar doorheen is gegaan, uh, hoe is de kwaliteit? Dan moeten we daar nog extra middelen voor, voor uh, doen. En uh, uh, jij zegt uh, vanuit het Golfpark gaat het water richting de Efteling. Ja. Uh, volgens mij zit in Efteling ook het een en ander aan elkaar geknoopt qua water. Uh, weet je nog hoe dat, uh, hoe dat werkt in het park, die waterhuishouding? Kwam destijds kwam het binnen in de, in de Volle plasse, uh, bij de Vater Magana kwam het binnen. Uh, ik kan me nog herinneren dat, uh, dat de technische dienst zei: Ja, je moet eigenlijk naar de Gondoletta toe, want de Gondoletta is de hoogste vijver. In het park. Ik zeg, ja, dat is leuk. Als jij geld hebt, dan breng ik die leiding wel naartoe. Maar ik heb er geen geld voor. Nou, dat heb ik, uh, daar hebben we drie, vier directeuren zijn bij mij geweest. En de OR van. Jij ja, luistert niet. Ik zeg, ik luister wel, maar ik doe niet wat je zegt. Dat is een ander verhaal. Uh, met de aanleg van de promenade. hebben wij die leiding met een ondergrondse boring. onder de Vondelplas doorgehaald. En via de, de beek, zeg maar. Daar ligt hij onder aan de kant van de Pandadroom. Uh, nee, Fabula. Uh, is hij naar de Gondoletta-vijver gebracht. En daar komt nu het water binnen. Via de waterval. Okay. Van de Gondeletter komt hij binnen. En dan stroomt hij af richting uh, de Kanovijver. De Vliegende Hollander, zeg maar. En zo weer naar de Vondelplas. We maar nooit precies. Ja. Die waterval gaat er inderdaad de verkeerde kant op. Maar die binnenloopt. Want, die, uh, want je hebt het idee. Die komt natuurlijk van de plas daar bij, uh, waar de Vliegende Hollander aan ligt. Maar die ligt er inderdaad lager. Nee, de, de gondelettenvijver ligt het hoogst. Dat heeft vooruit mijn hoofd 80 centimeter verschillen. En, en hoe wordt dat water vervolgens gebruikt? Want ik heb altijd begrepen dat, dat er ook waterpartijen in Efteling worden gebruikt voor, voor beregening en als sprinklervijvers. En, en de... Ja, de, 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 de vijver bij het restaurant, die hebben wij uh, met de aanleg van Droomvlucht, hebben wij die, daar een folie in gelegd. En daaruit wordt, van daaruit wordt de sprinklerinstallatie van Droomvlucht uh, gevoed. En ook dat was weer een heel apart traject, want ja, het zal de hefteling nog niet zijn. Uh, dat moest volgens de voorschriften via een, een gietijzeren leiding. Een ijzeren leiding. En dat wilden wij niet. Want met een ijzeren leiding kun je geen bochten maken, althans veel moeilijker. En we moesten door het hele Sprookjesbos ook weer heen, door, door, door allerlei boompartijen. En Dat wilden we niet. Wij wilden PVC. En toen had ik Dijka destijds gevraagd van... Joh, wat zijn de mogelijkheden? Ik zou het knap vinden als jij het voor elkaar krijgt. om met een PVC-leiding te werken. Want wij zijn PVC-leiding leverancier. maar wij kregen het niet voor elkaar. Uiteindelijk is het wel een PVC-leiding geworden. Maar ik heb begrepen, het is wel lang geduurd. dat je echt gecertificeerd wordt, de maar hij is inmiddels gecertificeerd. Ja, 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 goed. als je je nek niet uitzet, dan kom je nergens, zeg ik altijd. Nee, dat is zeker waar, ja. Maar daar gaat het. dus een enkele honderden meters leiding door het park heen om vanuit de ene vijver bijna aan de andere kant van het park water te krijgen. Ja, ja. ja het is niet anders. Ja. <laughs> Zitten er zo nog meer van die waterdingen aan elkaar geknoopt in de Efteling? Ja, in principe zijn want zo'n zo stroompje in de, in, de, in de Lavelaar wordt ook weer gevoed vanuit die vijvers. Dus alles, alles zit aan elkaar geknoopt met waterpartijen. Berekeningen gebeuren heel vaak uit, uit de vijvers. Er is zelfs een, ik weet niet of het ooit doorgezet is, want ging het over toiletten doorspoelen met grijs water. Ik weet het, de, de waterleidingmaatschappijen hebben B-water. Maar ja, om dat na de Efteling te krijgen, toch een heel kostbaar ding. Ik zeg, maar wat, wat doen wij moeilijk? We hebben een berekeningsleiding liggen, die staat eigenlijk het jaar rond onder druk. Ik zeg, je kunt toch zo op een berekeningsleiding. kun jij die toiletten op aansluiten? Dat hebben we toen bij de toiletten bij Yogi, heeft een proefje gedraaid. Want het is niet helemaal goed uitgepakt. Ik weet niet of dat ze daar nog ooit mee doorgegaan zijn. Oké, okay. waarom was zo'n proef dan niet succesvol? Het water was niet schoon genoeg. Het was visueel een beetje bruinig, een beetje groenig soms... van de algen die er wel eens in zit. En dan mogen mensen... schrikt het af. Dus had er had nog meer gefilterd moeten worden om zoiets te kunnen doen. Ja, ja, dan zou je misschien iets met filters moeten doen. Maar ja, ik was daar samen met Tini Brabers heel erg mee bezig. En wij zijn toen alle twee de Efteling verlaten... Dus ik weet, niet, ik weet niet of dat er ooit doorgezet is. Dat weet ik niet. Als het is gelukt, dan uh, wel met flink of filters ertussen. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Jij zegt, er ligt een berekeningsleiding in de Efteling, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, vrijwel alle plazoenen in de berekening zitten? In de Efteling zit, zit een berekening op, een vaste berekening. Uh, in de beginperiode moesten wij echt brandslangen uitrollen met uh, sproeiers ertussen. En dat was altijd s'avonds en s morgens vroeg konden wij berekenen en in, 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 inmiddels is het een druk op de knop... en dan kunnen wij gewoon heel het park berekenen. En ook die, die berekening wordt ook weer gevoerd vanuit de Gondelettervijver. Maar je zegt er zit druk op die leiding. Komt er dus doordat op de vijver is aangesloten... zit er nog wel een pomp tussen die de druk opzet? Want... Uh, daar zit, er, daar zit er gewoon een, een pomp op die druk op die leiding zat, ja. En zit ook die pomp die in, die, of, zit ook in die bak uh, ja, waar het oude podium zat? Nee, daar zitten pompen van de sprinklerinstallatie van uh, Droomvlucht... Er zit aan die kant van de vijver ook nog. Ja, die zit aan die kant van de vijver. Maar ook daar was wel weer over nagedacht. Want inderdaad, je zegt het zelf: er moest een podium komen. Die, die werd daar met zomeravonden opgebouwd. En als we daar nou die, die, die pompinstallatie neerzetten met een pomphuis, hebben we gelijk een podium creatief <laughs> denken. Slim. Ja, ja, precies. E, e, iets anders wat volgens mij met, met, met water te maken heeft... en wat jouw naam draagt... is het, uh, het Lac du Jac. Hij is oh. al wel eens voorbijgekomen <laughs> ja, ja. in onze podcast. Kun je even eens vertellen, wat, wat is het Lac du Jacques? Lac du Jac is... Uh, ik vind het wel grappig. Daar kwam een hand op oor mee, ja. Nee, Lac du Jacques, daar gaat het, het hemelwater van de parkeertrein naartoe. Al het hemelwater... wat op de parkeertrein valt... Gaat, uh, wordt verzameld uh, uiteraard in leidingen. En dan loopt een duiker onder de Kinkerpolder door, naar Lac de Jacques. En uh, uh, daar gaat al het regenwater naartoe, van de, van de parkeerterrein Aan de westkant van de parkeertrein? Ja. ja. Toen werd uh, het, het huis van de Vijf Sintuigen gebouwd... en het woonplein moest worden aangelegd. Uh, ik kan me voorstellen dat daar qua infra toch ook best wel uh, het nodige moest gebeuren. Ja. ja, toen hadden we inmiddels te maken met Chris Vergrinsen... Was een van de ontwerpers. Die was eigenlijk in de plaats van uh, Piet Schapen omgekomen. Die heeft het ontwerp gemaakt. Bij de aanleg ben ik daar niet heel erg bij betrokken geweest. Want dat was in de tijd van Steef Alfle. Die was echt projectleider van het huis van de Vijf Zintuigen. Maar die pakte ook de buitenruimte mee. Dus daar heb ik niet heel veel bemoeienissen mee gehad. Dat, dat valt wel mee. Uh, ik ben daar best teleurgesteld over de materiaalkeuze. Die daar gemaakt is, die betonkijtjes. En ik snap het hè, want er was ook, weer, ook daar was weer een budgetprobleem. Want inmiddels werkten we wel met budget uiteraard. Ja, dan moesten ze binnen blijven. Ja, goed, dan kom je op betonmaterialen uit. En ja die zijn niet echt duurzaam. Nee, dat is ook wel te zien als je nu door het Huis van de Vijf Sintuigen loopt of op het Haaroplein. Ja, klopt. Heeft toch een beetje een, een, ook een troosteloze grauwe uitstraling ja, qua verhouding? Ja, nou maar ja, goed. Zeker in die tijd, uh, betonmaterialen, die werden, toplaagjes werden een beetje gekleurd. Maar tegenwoordig zijn ze al wel, wel weer doorgekleurd, door of er wel mee. Maar het was op een bepaald moment één grijze massa, één grijze betraarting. Ja, en dat is wat we natuurlijk niet willen in de Efteling. Nee. Nee, zou ik tenminste niet willen. Maar goed, ik heb er nu wel zo heel veel over te vertellen. Nee. Uh, jij zei net al, uh, Piet Schaperdonk ging weg. Dat was natuurlijk de hoofd van de, hoofd van de dienst buiten objecten. Ja. Uh, betekende dat ook wat voor jouw functie? Ja, nou, Piet Schaperdonk die, die, die werd op een gegeven moment ziek. Die was overspannen, want er werd op een bepaald moment gereorganiseerd. Die staf van 13 mensen daar werd even teruggebracht naar een managementteam van vier. Plus een directeur, waar onder andere Erik van den Brand bij zat. En Piet zag dat echt als een demotie. En die kwam toen overspannen thuis te zitten. Op dat moment heb ik het sokje van Piet Schapen ook overgenomen. En werd ik hoofd van de dienst Buitenobjecten. En dat was ergens in begin jaren negentig. Net na NAVELAGER was dat. En uh, toen, toen ben ik dus echt hoofd van die club geworden. En wat betekende dat voor jouw werkzaamheden? En je krijgt meer verantwoordelijkheid. Het takenveld bleef ongeveer hetzelfde, maar je werd wel verantwoordelijk voor iets. En er begon een professionalisering plaats te vinden van, van het beetje winst. Nee, het moest een rendabel bedrijf worden. En we kregen met budgetten te maken. En we gingen aanbestedingen doen in plaats van één op één gunnen. Dat soort dingen. Dus je verantwoordelijkheden werden met name anders. En je, ja, je ging op een iets ander niveau acteren natuurlijk... En, en hoe waren de verhoudingen toen in het managementteam van de Efteling? Nou, ik denk dat die destijds wel goed waren. Die, tussen Paul Beck en, en uh, Erik van der Brand zat erin, Pierre Rotrop zat erin, Antoine van Dalen destijds. Hele ambitieuze man. Uh, ja, maar die waren wel redelijk goed destijds. Jij, jij zei het net al, jullie zaten toen al tijd als, als dienstbuitenobject op een andere plek dan waar de tuin nu zit. Jullie zaten helemaal achterin het, het park, vlakbij het theater en de fietsenstalling. Wat, wat, wat was dat voor gebiedje? Er uh, was een redelijk troosteloos gebiedje. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. We zaten daar in het oude clubhuis van voetbalvereniging Desk. Oh? De, daar zaten ook nog de tribune achter. Dat was eigenlijk de kantine van Desk waar we zaten. Bestuurskamer, dat was kantoor. En, en de rest dat was eigenlijk opslag. Uh, er, zat een, uh, uh, er zat een grote hoop troep, een stookhoop noemden we dat. Die werd in de fik gestoken, <laughs> af en toe. Daar ging er echt de, 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 de vlam in. En dat brandde dan een paar, paar dagen. Nou ja, een paar dagen, we ze het wel onder controle natuurlijk. Maar, uh, maar verder was het heel troosteloos, moet ik wel zeggen. Het had zijn voordelen. Want je zat lekker achteraf. Je kon eindelijk een beetje doen en laten wat je wilde. De vrijdagmiddag was berucht bij ons. Vertel. Nou ja, dat was altijd wel. Kijk, de Evelingstraat was destijds niet verhard. En als er dan niemand vast zat, kwamen ze bij ons aankloppen. Van kunnen jullie ons helpen? Ja, is goed. Voor een kratje bier. <laughs> ja, dat ging in die tijd zo. Dus we hadden altijd wel bier. Als er iemand jaak was, zet hij een kratje bier binnen. En vrijdagmiddag werd een kratje bier soldaat gemaakt. Uh, nou, dat ging allemaal goed. Een nadeel was wel, uh, je zat ver van, het, van het, de rest van het, de organisatie af. Dus je miste heel vaak uh, informatie. En ook de informele informatie miste je heel vaak. Dus dat was wel een nadeel. Maar ja, ik zeg, het had ze voor en een nadeel. Maar jij zegt, uh, de, het was de, de oude kantine van de voetbalvereniging Desk en de oude tribune. Uh, 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 waar, waar stond dat toen? Want nu is daar volgens mij niks meer van over, toch? Nou ja, het gebouwtje staat er nog steeds. En uh, volgens mij toen wij, nou, nou, toen de tuin is naar voren vertrok, hè, naar het uh, dienstcentrum, is daar evenementen uh, komen zitten. En die zitten nog, volgens mij nog steeds. Oh, dat, is het, uh, dat zijn die gebouwtjes die zeg maar aan, echt recht aan de Kinkenpolder staan. Ja, ja. Die oude, ja, oude loodjes gebouwtje. zeg maar. Ja, dat ja, ja, ja. En dat was van voetbalvereniging Desk? Ja, dat was uh, de kantine, de bestuurskamer en de loods aan de voorkant, zeg maar, dat was de tribune. Hadden, ja, Die tribunes die waren er allemaal uitgehaald en dat was voor ons de opslag. Kijk, hebben we iets nieuws geleerd, Paul? En er was ook nog een wijziging die toen is gekomen rondom het groen. Is dat er, er was altijd een kas, die lag op een andere plek dan waar die nu ligt. Volgens mij is in 1991 de nieuwe kas gerealiseerd. Ja, klopt. We hadden, we hadden een heel klein kastje, daar bij dat gebouwtje, daar stond een heel klein kastje. Maar ja, goed, we kregen steeds meer kuiplanten en, en ja, die, dat kastje werd te klein. En toen hebben wij inderdaad in 1991 bij, uh, bij de Kinkerpolder een nieuwe kast gerealiseerd. Ja. En hoeveel groter was die dan? Nou, ja, allereerst al de hoogte was al heel belangrijk. Want uh, dat kastje was maar een meter of twee, twee hoog. Oh. <laughs> en dat was een kastje van, ik had vier bij tien of zo. Dus echt dat was maar een, een huistuin en keukenkast. Ja, zeg maar. dat was echt een huistuin en keukenkastje. En daar hadden we op een gegeven moment wel een tunnel naast gezet. Een PVC-tunnel. Maar ja, ik ga die maar eens verwarmen in wintertijden, dan stookt je helemaal arm. En toen hebben we op een gegeven moment hebben we dus een budget gekregen om een nieuwe kast te realiseren bij de Kinkerpolder. En dat was wel weer een verademing. En op die, die oude locatie waar jullie zaten, daar staat mij ook van bij dat dat eigenlijk een oude stortplaats was. Ja, klopt. De bouw van het theater, het theater zelf staat half op die, op die oude stortplaats. Uh, die moest eerst helemaal ingepakt worden voordat wij überhaupt een theater moeten bouwen. Het voorplein van het theater ligt helemaal op die stortplaats. En de stortplaats loopt nog verder door richting uh, ja, de westkant is daar, geloof ik. Dus hij is nog niet helemaal ingepakt. Alleen uh, daar waar het theater staat, de uh, theater staat daar op palen. Die zijn door die stortplaats heen geboord. Uh, dat materiaal wat vrijgekomen is allemaal afgevoerd. Daarna is er een folie overheen gegaan. Alles is gasdicht afgesloten. En er wordt. Een, er vindt een ontgassingsplaats. En die zit in het gebouwtje daarnaast. Waar dus wij gezeten hebben, altijd. Daar zit een ontgassingsinstallatie uh, in. En die voert eigenlijk het gas wat nog vrijkomt in de oude stortplaats. Ja. voert die af op ja. een uh, veilige manier. Ja. Kijk aan. Maar jullie zaten daar dus bovenop als uh, de al die tijd? Ja, wij hebben er altijd bovenop gezeten. En dat kon je ook merken, hoor. want uh, bij, bij heel naad weer... dan zag je gewoon bruin water omhoog komen. En dan denk ik, nou... <laughs> <laughs> het zal wel, uh, het zal je gedacht hebben, ja. ja. En nou, nou gaan er verhalen dat er op meer plekken in Efteling... overal stortplaatsen onder de grond zitten. Is dat ook zo? Of, uh... Nou, de echte stortplaats wil ik het niet noemen... maar onder de speelweide, de evenementenweide tegenwoordig... Uh, daar zit ook wel wat uh, viezigheid vizig, onder... En, ik weet niet hoe dik, want er is no nooit onderzoek naar gedaan. Kijk, die stortplaats waar het theater op staat, daar is echt intensief onderzoek naar gedaan. Uh, de speelwaarde is eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan. Maar als je daar echt gaat splitten, kom je wel van alles tegen, ja. Een klein, eh, klein restaurantje uit de schoenindustrie misschien wel. Ja, nou ja, dat was, dat was altijd daar. Want de huidige de stort waar het theater op staat, dat was ook voornamelijk leerstippers. Destijds, want dat ding is geloof ik in 1956 ergens uh, dichtgegooid. Uh, destijds uh, uh, werd alles gewoon begraven. Hè? Ik, bedoel, ik weet niet wat er allemaal in zit. Als je het niet meer ziet, dan is het weg. En er ligt nog een stortplaats naast de Golfbaan, maar die is niet van Efteling. Daar ligt een berg. En daar zit ook nog een, een vuilstort onder. En, uh, we hebben ooit plannen gemaakt om daar een derde lus van de golf uh, op te maken. En bovenop die stort. Oh, okay. <laughs> Om daar een uh, afslagplaats te maken. <laughs> maar die zijn nooit van de grond gekomen. <laughs> Letterlijk, en figuurlijk niet. Nee. <laughs> <laughs> da daarover gesproken, hoe is eigenlijk een beetje de bodemgesteldheid van de Efteling? Want ik weet, ik woon zelf in Kaatsheuvel en ik weet dat wij uh, dat er heel veel leem in de grond zit en uh, dat daardoor de waterhuishouding uh, nogal eens een probleem is. Maar hoe zit dat op het terrein van de Efteling? Ja, dan put ik even uit mijn geheugen weer. Het is natuurlijk een zandgrond. Maar er zitten inderdaad twee leemlagen. En met name bij de bouw van attracties kwamen wij die wel eens tegen. En droomvlucht hebben wij echt tot, tot drie, vier meter moeten uitgraven om die leemlaag uh, te verwijderen. Dus er zitten wel heel wat leemlagen in, 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 bij de Efteling in de buurt. En uh, uh, uit mijn hoofd gezegd zaten er twee in. Eentje op een meter diepte ongeveer. Maar ja, die dingen die, die, die verschillen ook hoor, qua dieptes en alles. En er zat er eentje op een meter of vier, vijf, meen ik. Heel fijn als je een vijverwaterdicht wil, uh, wil hebben, maar niet zo fijn als je wil uh, funderen. Nee, 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 je kunt er niet af funderen. Dus, ik, daarom zeg ik, uh, droomvlieg hebben we echt een bouwput van een meter of vier moeten uitgraven. voordat we daar iets uh, mee konden. En ook we dit, moeten dichtgooien, hè? Ja. Hey, wat ik me trouwens altijd afvraag, jullie zaten dus voorheen aan de Kinkerpolder als tuindienst. Maar aan de overkant van de Kinkerpolder heb je een bosgebied, wat luistert naar de naam Duits Bosje in de wandelgangen. Weet jij eigenlijk waarom dat, dat, dat bosgebied zo heet? Uit de overlevering heb ik ooit genomen, vernomen dat het ooit van een Duitse eigenaar is geweest. En dat daar dan de naam van is, maar ik steek er mijn handen niet voor in het vuur. <laughs> dat blijft een, blijft een raadsel. Ja, moest je kan de bal, heb je ook al meegewerkt? Ja, nou ja, dat was ook wel leuk, ja, dat, uh, met Henny Knoet. Dat was, dat was eigenlijk een halve oorlog tussen Tom van den Ven en Henny Knoet, want uh, dit kon toch niet? Ja, trouwens, eigenlijk meer tussen Henny Knoet en uh, 80% van de uh, Efteling medewerkers. Hoor. Want dit kon niet, dit was geen Efteling-attractie. Uh, qua kleurstelling, hè? Niet, mm -hmm. niet qua attractie, maar qua kleurstelling. Ja, daar is wel uh, wat over gegaan. En ik denk tot op de dag van vandaag. Maar Henny zat veel meer van: Joh, Efteling is niet altijd Anton Pieck. Het mag ook wel eens een keer wat anders zijn. En dat kun je ook zien aan het speeltuintje wat daar bij het restaurant ligt. Dat was ook een project van Henny. Dat was overigens een van mijn eerste echte projecten die ik gedraaid heb. En daar hebben we ook wel eens vaker tegenover elkaar gestaan. Van uh, Henny: Dit kun jij wel willen, maar daar hebben we het geld niet voor. Ja, maar dan haal ik wel terug bij het Doorlofje. Want dat was één project, een speeltuintje en door, een kleuterdol. Ja, dat kan wel zijn, maar dat trap ik niet in, want uh, ik ken jou inmiddels. <laughs> <laughs> dan ben ik wel benieuwd wat voor dingen er dan waren die Henny dan nog graag daar gerealiseerd had zien worden. Nou, het begon met de afwerking van zijn speeltoestellen. Dat moest uh, op een afwerkingsniveau zijn, uh, helemaal glad. dan mocht geen braampje aan zitten en alles wat, wat niet meer zei. En op een gegeven moment moesten daar wel speeltoestellen komen. En hij had nog veel meer, die, die, die monden van, uh, van die schommeltjes, zeg maar... en uh, die slag die er ligt, of rups, moet ik zeggen, sorry... en de piano, dat is allemaal gerealiseerd. Maar op een gegeven moment ja dan moesten er meer speeltoestellen komen... maar daar hadden we gewoon het geld niet voor. En toen ben ik met, met een leverancier van speeltoestellen... Plastic Omnium, destijds... heb ik gezegd van, joh, wat kunnen jullie voor ons betekenen? Daar was Hennie het helemaal niet meer eens... De speeltoestellenleverancier bewaard waar we hem terecht waren. Maar ik moest niets. Dus, want hij zei constant: van ja, dan had je weer een tekeningetje gemaakt. Ik zeg: ja, Heinie, maar dat ding kost gewoon 10.000 gulden. Als ik dat moet maken en ik kan voor 1000 gulden, kan ik een ander speeltoestelletje doen neerzetten. Ja, maar dan haal ik een doloofje wel terug. Ik zeg: ja, Heinie, maar dan heb jij straks geen dolof meer. Ja. Nee, dat was dan, dan dolof houdt dolof het gewoon op. op. Ja. Ik zeg: en ik moet van mijn baas een dolof en een speeltuintje realiseren voor 2 miljoen. Dus uh, ik, ik heb het gewoon niet. Nou, dat heeft best wel vuurwerk opgeleverd. Dat uh, moet ik wel zeggen. Ja, als ik een beetje kijk naar wat, wat er nu gerealiseerd is, dan vermoed ik dat het een beetje 50-50 is geworden. Dus een deel van de speeltoestellen die zijn van de plank, zeg maar. En een aantal zijn op maat gemaakt en zo is het nog gelukt. Ja, ja, ja. ja, klopt. En ook in het doolhof hebben wij best wel wel uh, compromissen moeten sluiten. Hij had bijvoorbeeld het lumineuze idee. Je kent het misschien wel, zo'n bal hè, die op het water uh, mm -hmm. door draait. Want het ding kost 80.000 gulden. Ja, okay. ja, daar schrok ik ook van. Ja, dan koop ik even <laughs> zo'n ding. Ja, 80.000 gulden. Ja, sorry, Henny, maar dat geld heb ik niet. Ja, maar dat moet komen. En wat zou bij de ingang moeten komen. Ja, Hennie, zorg maar dat ik geld heb. Dan koop ik hem. Dus we hebben daar hele pittige discussies gehad met Henny. Ik hoorde dat als het tijd van budget dat nog niet was, dan had het er allemaal heel anders uit te zien in die hoek. Ja, ja, ja. Nee, klopt. Klopt. Er is er nog wel sprookjes gerealiseerd in de tijd dat jij daar aan het roer stond? Trollenkoning bijvoorbeeld? Ja, Trollenkoning, een leuk project geweest. Het was een probeerseltje. Uh, ja, als je de animaties, de bewegingen binnen de Eftelingen stoelen al uit de tijd van Peter Reiners. Hè. Gewoon een, 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 ja, ik noem het maar een langspeelplaat. waar een nokken op zitten en een kabeltje. En de Trollenkoning is destijds ontwikkeld met TNO samen en Splitting Image, het masker. Om een computergestuurde uh, pop te hebben. En die trollenkoning, daar zit onder een kelder. En daar zit apparatuur in, dat ongeveer 80% van het budget was. <laughs> Zo. Maar die was dus speciaal ontwikkeld voor de toekomst, om, om bewegingen te kunnen doen. En eigenlijk is daar niet echt veel. Ja, ik denk inmiddels wel. Maar die technieken zijn natuurlijk ook allemaal veel beter geworden dan toen. Maar met, die, met dat uh, proefding is eigenlijk niet veel meer gebeurd daarna. Om het lavelaar, die bewegingen, zijn we op de oude techniek gestoeld. Ja, ja de oude techniek ja. van de vatenmogena. ja. 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 En als je kijkt naar het pleintje voor de Trollenkoning... dat is natuurlijk ook wel bijzonder ten opzichte van heel veel andere pleinen. Want hier zijn echt gewoon stenen ontwikkeld die daar in, het, uh, in de bestrating zijn gelegd. Met die sterrenbeelden erop en zo. Ja, ja. maar dat was dan weer een ontwerp van Ton van de Ven... En dat voerden wij gewoon uit. Ja, dus ze zijn ergens anders geproduceerd. Ja, 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 die zijn elders geproduceerd. zijn gewoon aangekomen. En dan, ja, wij leken ze in de straat werken. Ja. En ik denk dat een van jouw laatste projecten vanuit de dienst Buitenobjecten. Uh, een beetje de ombouw van de Siertuin in het Sprookjesbos was. Hè? De Siertuin verdween natuurlijk. En daar kwamen uh, reposteeltje en er is een klein duimpje ja, te liggen. Klopt. Klopt. Uh, het, 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 uh, het stukje siertuin wat nog over is, dat is nog een van mijn laatste ontwerpjes geweest. Dat heb ik nog ontworpen met dat het, uh, huisje erop. Dat kregen we gesponsord. En dat moest ergens een plaatje krijgen. Nou, dat hebben we daar neergezet. <laughs> dat is dat prijeltje wat daar heel hoog ja. in het uh, landschap staat. Ja. ja, klopt. En wat ik me nog kan herinneren van vroeger altijd is dat we een houten aag van Aldevorozen aan het raken, Pegasus. En die lag voor mijn gevoel echt heel erg in het groen. Met bomen die uh, daar toch vrij dicht bij de baan stonden. Klopt. Hoe ging de realisatie daarvan? Waren jullie er dan ook ja. bij betrokken in het behoud van de bomen? Ja, 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 daar waren we echt wel bij betrokken. En, uh, die bomen die, die waren heilig in die periode. Tegenwoordig is dat wel minder. Maar bomen waren toen heel heilig in de Efteling. En, uh, ik kan me nog herinneren, om um, daar een voorbeeld voor te geven... hoe heilig bomen waren. In mijn eerste jaar dat ik er werkte gingen wij dunnen... Zoals ze dat noemen in het Sprookjesbos. En wij gingen daar Amerikaanse eiken uitzagen. En dat waren echt forse jongens. En ik kwam op een gegeven moment Jan Vermeel tegen. En die zei tegen mij: Jij zegt hij, jij, wees je zo met zijn vingertje, jij bent de Efteling aan het kapotmaken. <laughs> want je bent de Sprookjesbos aan het slopen. <laughs> nou, zo heilig waren daar bomen. En toen was het al minder, want ik hoor uit het verleden wel als je daar tegen een boom aanriep, nou, je kreeg bijna je ontslag. Goed, bosbeheer is iets anders dan bomen te gang laten gaan. Dat je zult een keer iets moeten doen. Maar ten tijde van de Pegus is inderdaad... en daar zijn we gewoon tussen de bomen door met een kraan... die, die funderingspoeren gaan boren en zoveel mogelijk bomen gaan handhaven. Ik ben daar ook naar bezig geweest om bomen in het water te krijgen... maar dat is ook niet echt gelukt. Want ja, dan zit je op zo'n leembodem waar we het net al over hadden... Die bomen hadden ook geen, geen, geen groeimogelijkheden. Dus, dus die zijn inmiddels ook allemaal weg. Ja, maar ik kan me wel herinneren dat ze er wel hebben gestaan, die bomen ja, in het water. Klopt, klopt. En dat was een proefje, nou, dat was een idee van mij. Van God, ik zou het wel leuk vinden als je hier zo'n soort zo, mangrovenbos uh, gaat groeien. En we hebben daar wel uh, 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 grondverbetering uh, toegepast. Wat, wat terpen gemaakt uh, waar, waar grond in zat die bomen in zouden kunnen groeien. Ja, ze kwamen niet door die leemlaag heen. Dus die stonden daar een beetje te, te verpieteren. Ik oh, kan me wel voorstellen dat het best tricky was om zo'n houten achtbaan zeg maar half met zijn voetjes in een vijver te zetten. Nee, dat valt wel mee. Want hij stond gewoon op poeren. Dus die, die, die poeren stonden in de water, Maar daar, de baan zelf niet. Maar dat valt wel mee. Hey, en uh, Villa Volta werd natuurlijk in 1996 geopend. Ja, ja. dat is echt mijn, mijn laatste klus inderdaad geweest uh, als hoofd van dienst Buitenobjecten. Uh, daarna heb ik het stokje overgedragen. Dat was ook weer zo'n attractie, die lag al jaren op de plank. Uh, er moest iets komen, nou, dat is een Volta geworden. Ja, dan moet er een voorpleintje bij komen. Nou, dan ga je in overleg met Ton van wat is de sfeer, wat moet het worden. Dan doe je daar een voorstelletje in en dan uh, ga je weer aan de gang. Dat is een redelijk routinematig klusje dan? Ja, ja, wat is routinematig? Bij, bij Defling is niks echt routinematig natuurlijk, want je komt altijd wel iets tegen en... en uh, je moet je proberen om je in te leven in, 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 de, in de attractie. Wat ik altijd wel heel jammer heb gevonden, en gelukkig doen ze tegenwoordig wel, ik heb altijd geijverd voor thematische beplanting. Ik bedoel, bij een vader maga, dan moet je geen rode Nederlands neerzetten. Nee. <laughs> nee, dan moet je iets oosters neerzetten. Ik kreeg dat toen nooit voor elkaar, daar was nooit geen budget voor. En inmiddels zie je daar wel een hele grote omslag in komen. Ja, ja zeker. Toen dat tijd was het vooral veel rodo's dan eh, bomen en, eh, en plantgoed. Ja, Piet Schapenhoek kende eigenlijk maar twee planten. Nou ja, twee is overdreven. Natuurlijk, maar <laughs> Die kende eigenlijk alleen maar rode en wisselbeplantingen. en <laughs> Verder ken die niks. Even gechargeerd. En ik was veel meer van de variatie. Ik wilde veel meer, net zoals lavelaar, daar hebben wij echt met, met, met plantjes aan de gang gegaan en, en geprobeerd een beetje thematische aanplanten te realiseren. En daar was ik veel meer van. Alleen. Ja, wat ik zeg, er was nooit geen budget. Ja. Wat ook misschien wel typisch jaren 80 en 90 is in de Efteling... zijn de, hoe zal ik het noemen, de grootschalige meanderingen. Dus echt de, de veestalmeandering, zeg maar. Was er ook nog veel discussie over? Of was dat echt een budgetding? Dat dat reden, is dat de reden dat we, dat we die in die tijd heel veel hebben gekregen? Nou, dat, dat was destijds meer uh, uh, noodzaak. Hè? Ja, je moet die mensen in, in, in banen proberen te leiden... Gelukkig is daar ook weer een kentering in gekomen. Hè, met pre-shows en al die dingen meer. Die meanderingen worden wat meer aangekleed. Ja, daar, daar wordt meer budget voor uitgetrokken. En, en, dat vind ik een hele goede zaak. Maar dat zie ik over de volle breedte gebeuren. Ik heb me altijd in mijn tijd een beetje geërgerd aan, aan, aan de aankleding van de souvenirwinkeltjes en de, de restaurantjes. Het waren gewoon vreedschuren in principe. Nou, als ik nu Pollen's Keuken zie, nou, dat vind ik schitterend. Dat is wel iets totaal anders. Hè? Ja. ja. Maar als je vroeger het theehuis of het restaurant, gewoon vreed schuren. Maar je kunt meanderen een keer natuurlijk ook breken met groen. Dat gebeurde bij de Python ook. Daar stond je echt tussen de, de, ja, ah. de bossages te wachten, zeg maar. Ja. Uh, was daar dan nog vaak sprake van dat, dat zoiets toegevoegd moest gaan worden? Of, uh, nee, was... daar was, was eigenlijk nooit, niet echt een discussie over. Dat was gewoon, joh, moet een meandering komen, punt. Het was belangrijk dat de mensen konden wachten. Dan dat ze, ja, en ja, bij de Python, ja, dat groeide dan, want dan moest je naar boven. Want die, die, dat stationgebouw lag wel hoger. Ja, dan moet je naar boven. En dan, ja, goed. En dan heb je je meters en dan aan de zijkant. Ja, dan zetten we daar maar in. maar in. <laughs> ja, echt zo, 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 zo ging dat toen. Zo ging dat toen. En nu zit daar een heel andere denkwijze achter. Maar nu zit er ook een ontwerpteam achter. Ja. Kijk, destijds zat er een bouwkundig ontwerp... Uh, Tom van der Ven esthetisch uh, Jan Verhoeven die vertaalde dat naar een bouwkundig plan toe Nou en dan kwam er een uh, Piet Schapendonk Of ik En die, die tekende daar nou al een tuintje omheen Even gechargeerd Dat was het Maar inmiddels zit er gewoon een ontwerpteam Er zit een land, uh, landschapsuitstek uh, uh, Nou ja Sander met de met club En die kijken gezamenlijk naar zo'n ontwerp En dan komt er veel beter resultaat uit ja. ja, dus dat is in de loop der jaren wel echt verbeterd. Ja, nou ja, er heeft een professionalisering plaatsgevonden. Ja. Volgens mij jouw laatste klus, uh, Jacques, voordat je een andere functie kreeg in de Efteling, is uh, vogelrok geweest. Ja, toen had ik die andere functie al wel. Hè. Toen begon ik al richting die projectorganisatie uh, te groeien. Maar vogelrok, inderdaad, uh, daar moesten uh, daktuinen komen. Uh, daar moesten bloembakken op, komen op bovenop het... Uh, op de dak om de met hangplanten dat die wanden wat uh, begroeid zouden worden. Ik mag al zeggen dat dat schromelijk mislukt is. <laughs> en hoe hoe kwam dat dan? Nou, daar krijg je weer hetzelfde verhaal. Je zet er een bloembak op, maar je komt er eigenlijk nooit meer bij. Dus dat, dat wordt verwaarloosd en, en uh, dat wordt niet onderhouden. Maar dat, dat zijn ook van die spinsels, dan, dan denk je eraan. Maar Je denkt eigenlijk niet ver genoeg door. Om, te, om ook echt tot een goed eind te laten komen. Wat had berekeningen naartoe moeten bijvoorbeeld? Nou, die lag al wel. We hadden wel een druppelinstallatie en zo aangelegd... want zover hadden we wel gedacht. Maar het zijn weer bakjes waar je planten nu wil laten groeien. En ja, hetzelfde als een boom. Een plant die heeft ruimte nodig om te groeien. Met name ondergronds. En wat die ondergronds produceert, produceert die ook bovengronds. Als je een boom pakt, de kruin die je boven ziet... die zit ook onder de grond. En als je die niet kan maken, krijgt hij die, die kruin ook nooit. Ja, dus een hangplant heeft echt flinke, die heeft een flinke bak nodig... om echt goed naar beneden te kunnen gebruiken. Bij Symbolica hebben ja, ze ja. ja, het, dus het wel weer geprobeerd. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat zich dan gaat ontwikkelen in de komende jaren. Ja, inderdaad. Klopt, daar heb je ook aardig wat groen eh, op de torentjes. Hey, in, eh, in 1998 maakte hij een overstap naar de afdeling kwaliteit en beheer. En daar werd je beheercoördinator, eh, zag ik. Wat was dat voor afdeling en wat was jouw functie daar? Wij hadden in destijds hadden wij, eh, eh, rapier... Het was een onderhoudweersysteem. dat had ik met mijn afdeling gevuld. En ik, ik was de grootste tegenstander van dat systeem. Maar ja, het werd ingevoerd, ook vanwege belastingvoordelen. Maar ik had het wel als eerste gevuld. De technische dienst die het zo graag wilde hebben, die kregen het niet voor elkaar. De bouwkundige dienst was ook maar een beetje kwak. Toen heb ik, ben ik die overstap gemaakt, maar dat ging met name over het kabels- en leidingenbeheer wat ik net al zei hè, dat waren allemaal watjes, totjes, toestanden en daar, daar moest iets voor op beheer, op, voor opgezet worden. En te, in die periode, waar echte kabelleidingen bestand hebben wij uh, gedigitaliseerd, maar het zijn en blijven onbetrouwbare gegevens. En dat is uh, voornaamste wat ik in die periode gedaan heb. Wat ben jij in die periode allemaal tegengekomen qua qua ondergrondse infra? Hoe zit de Efteling, wat dat betreft, een beetje in elkaar? Nou ja, de Efteling is een beetje ratje toe. Qua ondergrondse infra. Er dus zijn altijd maar kabeltjes in de grond gegraven. Wat wij in die periode wel gedaan hebben, als er een attractie gebouwd werd, een nieuwe, dan jongens, er komt één kabelsleuf waar alles in ligt. Via normen. In de openbare ruimte is het standaard. Hè? Daar heb je allerlei standaarden voor kabels, dat hoef ik jou niet te vertellen. Nee. <laughs> en dat zijn wij in de heftelingen ook wel gaan invoeren in die periode. Uh, wat ik in die periode ook heel veel gedaan heb, is uh, de verglazing. Overal glasvezel naartoe brengen, knooppunten. Dat was ook een behoorlijke klus. Als er ergens een trafo geplaatst moet worden uh, voor, voor een nieuwe attractie... dan moeten we daar wel kabels naartoe. We hebben in die periode een 10 kv-inkoopstation gerealiseerd. Wat, wat houdt dat in? Daar komt alle stroom binnen van de Efteling. staat achter de Vader Magana. Daar staat een inkoopstation, 10 kv... Er zijn destijds twee stevige stroomkabels richting de Efteling gebracht. En vanuit daar wordt de stroomvoorziening naar allerlei trafos ge gedaan om uh, alles van, van stroom te voorzien. En al die trafos zitten ook allemaal aan elkaar gekoppeld. Maar even, als ik net goed begreep, we zijn inmiddels een minuutje of twee verder. Was het zo voorheen dat als je een attractiegebouw had, dat daar dan van alle kanten gewoon kabels naartoe konden lopen? Ja. Dus Vater Morgana bijvoorbeeld, dat kan goed zijn dat daar. Nou, troep... Vater Morgana is al wel iets beter gestructureerd, maar bijvoorbeeld een python, Hé, hey, daar ligt gas. Oké, okay, dan halen we daar het gas vandaan. Oh, daar ligt water, dan halen we daar het water vandaan. <laughs> Zo ging dat. Ik hmm. ja, kan me voorstellen dat er wel een verbetering is als je één plekje voor alles binnenkomt en het dan binnen het attractiegebied gaat verspreiden, want dat is wat nu gebeurt. Ja, ja we hebben het nou. wat we nu ook heel erg zeggen: van uh, uh, waar komt de technische ruimte? Daar komt ook alles binnen. En. Inmiddels liggen er overal ringleidingen van gas, water, uh, uh, elektra, glasvezel. Perslucht? Uh, perslucht weet ik niet, daar deden wij nog niet zoveel mee toen. Maar dat zou wel eens kunnen hoor. Want dat begon een beetje te lopen toen ik weg ben gegaan, perslucht. Ja, er, er ligt inmiddels wel een, ook een persluchtringleiding in de Efteling. Die kan je herkennen aan die groene bordjes met PL erop. Moet je maar eens opletten. Maar we proberen nu wel één sleuf richting die attractie te uh, doen. Eén sleuf richting die attractie waar alles in ligt. Wel op gepaste afstand van elkaar, uiteraard. Dus daar zijn allerlei regeltjes aan verbonden. Er is bij wijze van spreken een soort hoofdstraat door heel de Efteling. En alle attracties en gebouwtjes en adressen die daarvan aftakken. Ja, zo, zo, zo strak zal het nog niet zijn. <laughs> He, want ja, die, die oude troep ruim je niet zomaar op. Ja. Maar zo zou het wel moeten zijn eigenlijk. Ja, het zou, het zou wel moeten zijn. Maar ja goed, het, kijk, daar ligt uh, 70 jaar inmiddels uh, historie in de grond. Hè. Het is 70 jaar geleden begonnen. En toen deden ze maar een dotje. En uh, ja, en van gaat het groeien? Ja, dan krijg je zoiets. Ja. En, en ik hoor jou zeggen de, dat de Efteling uh, zijn eigen middenspanningsnet heeft. Dus met uh, transformatoren overal in het park. Dus de Efteling heeft eigenlijk zijn eigen stroomvoorziening wat dat betreft. Uh, nou ja, ze kopen de stroom natuurlijk in, maar wij, bij, bij een attractie moet 9 van de 10 keer een, een trafo bij. Want je vragen der, dermate veel stroom dat er een trafo bij moet. Bij het theater staan er zelfs twee van de, duizend kVA. Dat is een flinke elektrische installatie. Ja, dat zijn, dat zijn behoorlijke jongens. Hey, en hoe zit dat dan met de riolering in de Eftsling, Want ik kan me voorstellen dat dat ook een behoorlijke puzzel is. Ja, eh, ook in die periode ongeveer zijn wij wel begonnen met heel veel afkoppelen. Eh, overal waar we gingen graven namen we de riolering mee. Kwam er een, een, een hemelwaterafvoer bij te liggen. En die hemelwaterafvoer die ging altijd richting de vijvers. En via de vijvers konden wij het weer overstorten richting het buitengebied. En als ik het goed zeg, is Bosrijk, nee, ja, Bosrijk ook weer aangesloten met zijn vijvers. Op het A Efteling watersysteem, was destijds het plan. Ik kan wel voorstellen dat qua riool dat de Efteling niet één rioolaansluiting heeft. Ja, heeft één rioolaansluiting. Eén... Dat moet dan een gigantische aansluiting zijn. Of... Uh, nou, dat valt wel mee. Uh, wij hadden destijds drie uh, rioolaansluitingen aan de Europa. Uh, de gemeente wilde die uh, terugbrengen naar één aansluiting en ook gaan bemeten hoeveel dat daadwerkelijk geloosd werd. Onder de tuindienst, de huidige locatie van de tuindienst. Zit een bergingskelder. Oh. Als bij hevige regenval of wat dan ook. het riool niet voldoende kon lozen. want we werden beperkt. door die put die in de gemeente stond. Hè. daar zit een pomp in. en die had maar een bepaalde capaciteit. Is die niet voldoende. dan stroomt het vuile water. in die kelder onder de tuindienst. en die wordt dan langzaam leeggetrokken. op het moment dat wij minder afvoeren. Is die put vol hadden we destijds, ik weet niet of het er nog zit... een overstort naar de sloot bij het hotel. Even kijken, want de plek van die kelder is dan... Op, is die bij de kas of is die juist Nee, bij, bij, bij de, tuin die, de tuin waar de is nu zit, op het dienstcentrum. Ah, die, ah oké, okay. dat, dat is logisch. ja. <laughs> ja. Okay. En dan gaat er een leiding richting het parkeerterrein. Ja. En bij het Ravenlijn, ongeveer de daar, hoogte daarvan... steek je over naar de, naar de pomphut van de gemeente... En van daaruit pompt de gemeente het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Maar die pomp die heeft een bepaald debiet, hè? Die, die heeft een bepaalde capaciteit. Op het moment dat die het niet aan kan, dan zit er een overstort onder. Op. En die stort dan over uh, in die kelder onder de tuin En als die vol zit, loopt er dan een overloopleiding richting de sloot van het hotel. Kijk. Kijk aan, daar hebben we weer wat geleerd. Nou, ik weet wel dat er bij de aanleg van de verlegde horst, eh, dus, of althans het omleggen van de horst, dat daar ook een, een nieuwe riool-aansluiting voor de Efteling is gelegd. Een hele grote. En die pakt hem daarop bij het hotel. Dus mogelijk zit daar nu dan een tweede riool aansluiting. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Wat er inmiddels allemaal gebeurt, is, dus weet ik dus niet. Hey, maar we weten nu al dat, dat, de Efteling, dat de stroom van de Efteling binnenkomt bij de Fata Morgana... en dat het, het riool de Efteling verlaat eh, ter hoogte van eh, Ravelijn. Mm -hmm. Hoe zit dat met het gas en het water? Hoe noem ik even mijn gedachten? Het, het water, ik meen dat die achter bij de Eftelingse straat ergens binnenkomt. Maar ik weet niet precies waar. Net achter de Pegasus destijds. Daar zat volgens mij in het innamepunt van het water. En het gas komt ergens, ergens bij het dienstcentrum in de buurt binnen. Hoor je nog meer? weten het waar in, de internetkabel ligt toch. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> hey, iets, iets anders waar je die tijd ook mee bezig hield, was het milieubeheer. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ook dat is als weer zoiets dat uh, is gegroeid. Hè? Mm -hmm. We kregen op een gegeven moment een handhavingsbezoek van de gemeente. De politie erbij. Uh, en die wilde dus gewoon alles zien. En die wees ons op punten die we gewoon niet mochten. En terecht. En langzaam maar zeker werden die handhavingsbezoeken uitgebreid. En het ging eerst over met name riolering. Dat er eerst nog een vetvangertje tussen moest. Of een olieafscheidertje tussen moest. Nou, dat hadden we allemaal gedaan. Maar toen kwamen op een gegeven moment... ja, er moest een milieuvergunning komen en al die dingen meer... En toen is er wel een milieucoördinator aangenomen, Drey Hogeveen. En uh, die heeft dat wel gedaan, maar ik ben er wel altijd bij betrokken gebleven. En, en wat voor dingen moet ik dan aan denken? Waar, waar ben je dan mee bezig? Nou, alles, alles wat met milieu te maken. Daar kwam geluid bij kijken. Er kwam uh, uh, afvoer van vuil water bij kijken. Gescheiden rioleringstelsels. Uh, uh, verkeersbewegingen. Uh, ja, noem, noem alles maar op. Ja. En, uh, en geluid? Uh, hoe moet ik dat voor me zien? Wat, wat, wat deed je daarvoor dan? Nou. Daar hadden wij om, om de Efteling heen lagen een aantal uh, meetpunten. En met referentiepunten uh, ook. Verderweg ook nog. En die moesten regelmatig bemeten worden. Of dat we daar de, de norm niet uh, uh, overschreden. En was het, de meet was iets wat jullie dan zelf deden? Of, uh, nee, door... dat was uitbesteed. Dat deden we zelf niet. Maar wel iets wat op jullie initiatief gebeurde. Ja, en, ja, ja. Ja, ja. en het was gewoon een verplichting. En met name het zomeravonden. dan stond er echt iemand met een geluidsmeter. En die stond dan af en toe drie de stond ernaast. Het geluid is te hard. Nu zachter. <laughs> Zo ging dat. En uh, ja, dat moet je. Daar ben je gewoon verpleegd. Ik ben ook wel benieuwd hoe het met die controles ging. Want de gemeente die komt aan met de politie erbij, er worden controles gedaan. Nou, die was wel aangekondigd. Hoor. Ze konden ze keurig aan. Van, we willen gewoon een keer komen praten bij jullie. En, en dat ging ook in goed overleg. Hoor. En die politie is een of twee keer geweest. En toen is je ook afgehaakt. Daar gaat het niet om. Maar. Uh, maar je, je, er moet dan uh, geld vrijgemaakt worden en de tijd om dat soort dingen op te lossen. is. Dat, is was er dan iets binnen de organisatie waar meteen van werd gezegd: Ja, meteen uh, de hoogste prioriteit gaan we meteen fixen? Nou, de hoogste prioriteit niet, maar er wordt wel vrij vlot gezegd: van, Ja, als het nodig is, is het nodig. En, uh, en ja, dan kreeg je daar echt wel geld voor. Om die dingen te doen. Ja, Zo'n vetvangers, uh, die, ik heb toen heel veel vetvangers geplaatst. Maar on, een voorbeeldje onder de listen van, van, van uh, aardpaden. Die ketting, die verliest olie. Nou, daar hebben wij overal onder die kettingen. hebben wij uh, betonnen bakken moeten maken. die weer aansloten op een olieafscheider. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dat was, bij de Bobbaan was dat het geval. bij de Pegasus was dat het geval. bij de piton was dat het geval. Ja, daar, daar zijn dingen. daar kom je gewoon niet onderuit. Nee, maar dat, dat, dat deden jullie dan dus. om denk ik vooral om bodemverontreiniging te voorkomen? Ja. Ja. Maar het werd ook verplicht hè, door, de, door de gemeente. Hè. Die zei: van, hier vindt een vervuiling plaats, dat moet je voorkomen. Ja. Nou, goede aanpassingen lijkt me. Ja. ja, inderdaad. In 2000 veranderde je weer van, van afdeling. Toen ging je naar de afdeling projectontwikkeling en ontwerp. En dan werd je projectleider. Ja, projectcoördinator, projectleider, ja. Uh, en da daar heb je uiteindelijk tot 2007 gewerkt. Wat, wat was je functie daar? Uh, ja, ja, er was een beetje projectleider, projectcoördinator. En uh, ja, ik zat er met name in de, in de projectvoorbereiding. Ik was heel erg bezig met de, uh, met de verblijfsaccommodatie. Uh, in eerste instantie, uh, uh, attractie 2006. Vliegende Hollander. Dat was in eerste instantie. Die had ik de voorbereiding gedaan. En toen kwam de uitvoering en die ging toen naar de projectrealisatie toe. Jacco ja, Walporst. Ja. Toen had ik zoiets van: oké, okay, dit gaat niet goed. Tenminste, gaat niet goed, vond ik niet leuk. Toen ben ik uh, wel vol, vol enthousiasme met uh, Bosrijk bezig gegaan in het Loonse Land. Ja, maar ik zat met name uh, bestemmingsplannen, uh, conversatieplannen, uitkoopregelingen, uh, onteigeningsprocedures. Uh, al dat soort toestanden was ik mee bezig. En toen heb ik op een gegeven moment wel aangegeven: joh, dit, dit vind ik eigenlijk niet leuk. Ja, ik vind het wel leuk, maar ik wil dan ook de uitvoering doen en dan ging dat nou weer weg. Ja, daar, daar was geen ruimte, dus toen heb ik besloten om te gaan. Maar het, ik zat daar dus echt in die voorbereiding van die projecten. En dan echt op het hele abstracte niveau. Dus je was ook heel erg bezig met die wereld van de Efteling eh, te realiseren. Ja, 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 ja. Ja, ja want uh, het laatste, mijn laatste klus was het uh, aanvragen van de milieuvergunning. Omgevingsvergunning tegenwoordig. Voor Bosrijk en het Loze Land. En het Loze Land. Is eigenlijk ja, een beetje uit de koken van Erik en mij gekomen. Naar aanleiding van een das die daar gevonden was. Toen hebben wij met uh, das en boom om de tafel gezeten. Natuurmonumenten was erbij. En zodoende is het Slootse Land idee ontstaan. En dat was ontstaan naar aanleiding van een archeologisch onderzoek. En daar vonden ze nog resten van een oud cultuurlandschap. 18e eeuwse cultuurlandschap. En dat was eigenlijk de trigger om er, uh, een Looseland land te ontwikkelen. Oké. Okay. Dan heb je het over het vakantiepark ja. in het Uwit, ja. Je zei net al dat je onder meer betrokken was of eigenlijk verantwoordelijk was voor de voorbereiding van de vliegende Hollander. Wat, mm -hmm. wat, 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 wat was daar jouw, jouw rol dan precies in? Nou, dat was wel echt coördinerend. Hè? Dat was echt uh, uh, ook, ook daar weer de vergunningen aanvragen en uh, uh, dat soort dingen. Ja. Er, er is bekend dat de Vliegende Hollander uiteindelijk anders is geworden dan, dan wat in eerste instantie de bedoeling was. Kan jij je nog herinneren wat, wat in de oorsprong de plannen waren voor de Vliegende Hollander? Ja, heel goed. Die waren nogal heel ambitieus. Dat was een, een dakrijk-trilwijk-combinatie. Dat is je nu nog een beetje. Alleen de dakrijk zou veel langer duren en veel meer aangekleed zijn. En er zat een horecagelegenheid bij. Waar je uh, alle pirates zouden hebben, bieren, komen komt mij niet uit... Uh, door, doorheen zou varen door die gelegenheid, Er zou een winkel bij komen en alles. Alleen ja, daar hadden ze budget niet voor. Nee. Hoe nou, kwamen ze er al redelijk snel achter? Ja, er stond een budget van, ik meen, iets van 12 miljoen... voor de Vliegende Hollander. Alleen wij kregen de opdracht om los te gaan. Om te kijken wat er zou komen. Nou, toen hebben wij dat... Eerste ontwerpje gemaakt, hè, met een restaurant erbij, een winkel erbij, een grotere dakenruid, helemaal gethematiseerd. Maar die kwam even rond de 38 miljoen uit. Oh, zo, dat is een flinke <laughs> overschrijding. Ja. Ja, toen kregen we min of meer op als donder, dat mag duidelijk zijn. En toen gingen we weer terug naar die 12 miljoen en toen hebben wij gezegd: Ja, dan krijg je pietonachtig iets. Willen we dat? Nou, toen is de budget wel vergroot. Ik meen tot 23 miljoen, even uit ik me gezegd. En daar is dit uit ontstaan. Maar was het, was het thematisch wel destijds al, uh, al een beetje hetzelfde idee als uh, wat we nu uiteindelijk hebben gekregen? Ja, 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 ja. het Th thema dat is altijd wel uh, Vliegende Hollander geweest. En uh, ook, ook de gevels, uh, die, dat is altijd wel zo geweest. En, en die, die veel uitgebreidere Dark wat, wat zou je daar dan in te zien krijgen? Oeh, daar weet ik niet meer. Ja, dat durf ik zo niemand te zeggen. Ik, 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 heb, ik kan me nog wel wat tekeningetjes voor de geest halen. Maar ja, daar zat, er, zat geloof ik ook iets van een veldslag in of zo, weet ik het allemaal. Het is, uh... Veel meer richting het, het Pirates, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Um, volgens mij projecten waar je daarvoor ook nog bij betrokken bent geweest, zijn het, het theater en panadroom. Ja, theater uh, ben ik ook. Erik van Brand kwam op een gegeven moment naar mij toe: uh, van, je gaat je bemoeien met theater. En toen heb ik een keer raar aangekeken. Ik zei, een overnieuw die een bouwkundig project moet gaan doen. Uh, ik weet het niet, maar. Nee, maar wij kijken op de achtergrond wel mee en dat komt wel goed. En Leo Pullers was er ook bij betrokken. Uh, toen kregen we de opdracht om theater te bouwen. We zijn in mei begonnen en 17 maart moest het opgeleverd worden. Uh, dat was een geest tegen de klok. Ja. Toen kregen we de Paneroom bouwkundiger ook bij. Thematisering deed uh, iemand anders, maar de bouw, want het was dezelfde aan, Daar kun je dan wel meenemen. En dat was een behoorlijke klus, ja. Dat, uh, ik kan me nog herinneren dat uh, 48 uur voordat we open zouden gaan, kwam de brandweer en die keurde de boel af. Oei. Ja, oei. En, en heb je het dan over het theater of over Pannenbroek? Nee, theater. Want ja, de, de voorgevel en het foyer en zo moest allemaal nog gebouwd worden. En uh, de zijgevel was ook nog niet helemaal klaar. En die zei toen gewoon: van ja, dit kan niet open. Ik zei, hoe moet er allemaal nog gebeuren? Nou, hij stond een heel lijstje op uh, vluchtroutes en al die dingen meer... en afschermingen van de bouw. Ik zeg, nou ja, goed, we hebben nog 48 uur. Ja. <laughs> ik zeg, we gaan ervoor. En uh, ik, toen had ik hem uitgenodigd om uh, donderdagmiddag om vier uur. Om vijf uur zou de première zijn. Of half vijf, weet ik niet meer precies. Premiere voor het personeel van de Hans Klok Show. En het was ook het jaar bestaan van de Efteling, geloof ja. ik. Ik zei, ja, dat kan ik niet maken. Dat ga ik niet verkopen dan, een directie dat we niet open kunnen. En toen had ik hem uitgegeven. kom om drie uur, dan mag je de show ook naar mij kijken. Nou, hij was er. En we mochten open, dus dat was wel even, even heel spannend. <laughs> Hoe kwam het eigenlijk dat, dat de, de voorkant van het theater... dus de foyer en, en de voorgevel... dat die uiteindelijk pas een jaar later zijn opgeleverd? Nou, dat had te maken met uh, budget en tijd. De, de zijgevel had Tom van de Ven al uitgedacht. Maar de, het foyer en zo, uh, ja, dat... dat was er nog niet en ja ze wilden toch dat theater hebben vanwege het jubileumjaar ze hadden Hans Klok gecontracteerd om, om daar die show te geven overigens niet leuk als je dat weet want ik ken inmiddels alle trucs hoe dat werkt <lacht> <Okay>. <lacht> dus uh, en dat zijn allemaal minder maar uh, dat was gewoon met tijd ook met name met tijd en, en, en volgens mij was dit bouwkundig wel een monsterklus. Want je zei al: het uh, theater staat half op palen. Er moest een, uh, een oude stortplaats worden ingepakt. En het is nogal een constructie. Ja, ja, ja dat was een behoorlijke klus. En uh, ik, ik kan me nog herinneren dat die uh, spanten voor, voor, de, voor de zaal zeg maar, binnenkwamen. Ja, die kregen maar amper de trein op. Dan moesten we de poort nog verslopen. Demonteren, moet ik zeggen wat netjes zeggen, want anders kwamen, kwamen ze de trein niet op. Dus uh, ja, dat, uh, dat was echt een, een, een buffeljaar, mag ik wel zeggen. Dat was uh, lange dagen maken, ook voor de aannemer uiteraard, uh, maar ook voor ons. Ja, maar, maar verliep de bouw wel uh, zonder, zonder noemen noemenswaardige tegenslagen? Of uh, zaten er we ook al dingen tegen? Nou, wat zat er niet tegen? Zou ik bijna tegen. <laughs> nee, kijk, we hadden daar te maken met een aannemer. En die zei keurig, oké, ja, maar ik zit keurig op planning, ik ben wel klaar. Ik zei, ja, maar er moeten er nog een aantal komen. Hè? Dan moet er een stukje techniek in, dan moet er een tribune in, eh, noem alles maar op. Dus dat was wel een, een hele vervelende strijd met die aannemer... dat je zijn planning misschien niet zou halen. Ja. ja, omdat er nog zoveel achteraan moest gaan. Ja. juist. En die aannemer was daar redelijk uh, arrogant in, moet ik zeggen. En die had zoiets van, ja, maar ik, ik doe mijn werk toch... Het is toch allemaal goed. En was hij op tijd klaar? Nou ja, wat ik zeg. 48 uur van tevoren moest er nog heel veel ja. gebeuren. Dus... <laughs> en je kreeg toen ook panadroom in je mik geschoven. Ja. Hoe ging die bouw? Nou, die, die ging wel redelijk soepel. Het enige probleem wat we daarbij hadden, en dat neem ik de Efteling tot op de dag van vandaag kwalijk. We hadden de afspraak de weg langs de spoorlijntje zou afgesloten worden en die zou. Voor de bouw van het uh, pandedroom geschikt gemaakt worden. Die weg hebben wij nooit mogen afsluiten vanaf uh, van, van de exploitatie. Die wilde per se die weg openhouden. En daar hebben we wel heel veel problemen mee gehad. En de bezoekersstroom, die gingen op een gegeven moment via het spoorlijntje lopen. De bezoekers, nou, levensgevaarlijk, moesten nou poort poorten voorgezet worden, hè, dat ze daar niet door konden. Ja, daar hebben we, dat was wel een, een, een dingetje. En die aannemer die zat constant van ja, maar ik moet met mijn materialen daar ergens kunnen opslaan. En die ruimte kreeg hij niet. Ja, ja want er liep toen volgens mij een tijdelijke bouwweg. zo'n beetje door de Vonderplas. Ja, net langsaf. Ja. Langs ja. Ja. En die stak inderdaad het, het pad tussen zeg maar het warroplein en de steenbok over. En dat was dan het punt wat je graag afgesloten had willen hebben voor een goede nou, logistiek? Nou, dat, dat was met de aannemer afgesproken. Alleen, ik weet niet wie die afspraken gemaakt had. want dat was buiten mij omgegaan, uiteraard. En ik ben bang dat dat nooit goed gecommuniceerd is met de exploitatie destijds. En die wilde die pad gewoon openhouden. Ja. En daar hebben we wel. Dat was wel een dingetje. Maar de bouw aan zich. Nou, daar hebben we niet zoveel. Uh, dat is redelijk uh, vlotjes verlopen. Ja. En je zei net al dat je heel druk bezig bent geweest met het, het realiseren van de verblijfsaccommodatie. Wat kwamen daarvoor uitdagingen op je pad? Nou, de, het eerste plan van de verblijfsaccommodatie, Droomrijk. Dat ging fout, want toen kregen we een paar van die uh, groenfronters uh, in de bos zitten. Dat was ten tijde van de realisatie van het uh, theater. En toen had ik mijn oude kantoortje daar weer. <laughs> en uh, toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Erik van de Brand En hij zegt, er zitten mensen in de bomen in, uh, in het gebied van uh, Droomrijk. Groenfront, kun jij daar eens gaan kijken? Ja, ik ga wel even kijken, ik, bedoel, ik loop er wel even naartoe en daar zaten inderdaad wat mensen in een boom, een boomhutje schattig gemaakt en alles, in een paar schitterende buiken. en denk, dus ik terug, ik zeg, nou ja, laat ze maar lekker zitten. als we gaan bouwen, dan bouwen we daar toch omheen, dus uh, de, doet geen kwaad. <laughs> zit er prima, ze <dan> <laughs> zitten prima. en uh, ik zeg van, ze hebben toevallig de verkeerde boom uitgekozen, want het zijn bomen die wij hebben nooit gaan rooien. Uh, maar ja, toen is dat uh, bij de raad van state is dat plan gesneuveld. Dat hadden we samen met Roompot, uh, hadden we dat opgezet. En het uh, nou ja, plan is gesneuveld. Roompad en Efteling zijn toen ook uh, uit elkaar gegaan. En toen zijn we verder gegaan. in samenwerking met de, de, de uh, Natuurmonumenten en de BMF, de Brabantse Milieufederatie. om een nieuw plan te ontwikkelen. En dat ging toen redelijk vlot. Er waren stemmen die zeiden: van. Uh, jo, wij moeten doorgaan, hè, de beuker in. bij de BMF en de uh, Natuurmonumenten. En er waren ook stemmen. En ik behoorde daar ook al toe. Van, ja, Zou het niet beter zijn om het in overleg te doen? Ja. En toen is het toch wel door Ronald van Zijl besloten. jongens, wij gaan eens met de BMF praten. En de Natuurmonumenten. BMF heeft zich teruggetrokken. Die heeft gezegd: als de Natuurmonumenten goed vindt, vinden wij het ook goed. En toen is het redelijk snel gegaan. Het deel waar Bosrijk nu was. Daar zijn natuurmonumenten min of meer. Ga je gang. En het Loonsland Land is samen met natuurmonumenten, de Stichting Das en Boom. en de Efteling dan. Uh, uh, ontwikkeld tot, tot wat het nu was. Naar aanleiding van dat archeologisch onderzoek. wat ik net zei. Uh, van. Uh, als we dit nu eens terugbrengen naar een cultuurhistorisch landschap. Wat me wel verbaast. wij konden daar toen even uit mijn hoofd gezegd. iets van 360 bedden bouwen. En nu staat er zelfs een compleet hotel. Dus ik denk dat er nog wel een aanvulling op plaats moet. Ja, heeft. Precies. <laughs> Was jij trouwens in die, in die tijd ook bezig met het uh, voorbereiden van het uitrijk? Het uh, uitgaansgebied van uh, de Efteling, wat er had uh, moeten nou, komen? Ja, daar, hebben we, daar zijn wel wat tekeningen van gepasseerd. En er lag een heel idee van Ton van de Ven, maar daar werd niet echt aan gewerkt. Er werd niet echt aan gewerkt. En nog niet tot op de dag van vandaag. Nee. En een grote wegenbouwkundige klus die daar ook mee samenhing, die jij volgens mij ook nog hebt gedaan, is het, uh, het verharden van de Eftelingse straat en de Kinkerpolder. Uh, ja, klopt. Ja. Dat is uh, eigenlijk zo ongeveer wel een beetje mijn laatste klus buiten geweest, de Eftelingse straat. Er was een uh, zandpad, modderpad, en dan moest de toevoer worden van het uh, bosrijk. En die moest geasfalteerd worden. En ja, klopt, die heb ik toen nog geasfalteerd. En dan liep er een waterleiding doorheen en daar nemen we gewaarschuwd pas op, hier ligt een waterleiding ook de toevoer van de Efteling die moet je dus niet raken oh jee, ik voel me nou, aangaan euh, ik was vrij, die dag en ik kreeg s morgens om 9 uur geloof ik al een telefoontje we hebben een fonteintje ja, en ja dat niet... was mooi. En, en, en als ik me niet vergis, was het een van die telefoontjes van mij. Want ik assisteerde jou toen in die tijd. O, dat zou en, goed uh, kunnen dat voor jou was. Ja. Ik ben daar ter plaatse geweest. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, ik ben ook nog een beetje kijken. Dan nou heb ik de foto van jou <laughs> ja. gekregen, ja. Dat was de eerste versie van Aquanura dan? Nou, dat schulde niet alles. Ik, die kwam akelig hoog. Ja, die, uh, volgens mij was dat een, uh, een brandhydrant achter de Ghana die, uh, die die kapot had getrokken. Ja, ja klopt. Ja, klopt. En de Kinkerpolder was toen overgracht, maar dat was volgens mij een, een, nog een hobbelige keiweg. Ja, die ja, hebben klopt, jullie toen ja. meteen besloten om mee te nemen ja, daarin. Die hebben we toen ook gelijk uh, van als had voorzien. Ja. Als ik me goed herinner, Shak, in die tijd dat je uh, uh, bij projectontwikkeling en ontwerp uh, werkte, uh, was jij ook een beetje verantwoordelijk voor het beheer van de, de hele wereld van de Efteling. Uh, voor zover die uh, geen onderdeel uitmaakte van uh, het park en de verblijfsaccommodaties. Ja, de grondenbeheer. Ja, ja de grondenbeheer, klopt, klopt. Uh, Kijk, uh, iedereen weet dat de Efteling uh, 75 hectare is. Uh, de golfbaan is ongeveer 110 hectare. Maar Stichting Natuurpark, de Efteling, die be bezat 450 hectare. Zo. En er werd ook regelmatig grond aangekocht. En uh, ja, dat, dat beheerstukje daarvan, dat lag echt bij mij. En, en wat, wat betekende dat voor jouw werkzaamheden? Nou, niet zo heel veel hoor. Want uh, het was alleen als er, als er grond aangekocht werd, dan moest dat in het systeem even ingezet worden. En dan kwamen we wel eens vragen, weet jij van wie die grond is? Nou, dan kon ik het kadastersysteem in en kon ik gewoon even opvragen van wie die grond was. En, en uh, hoe groot het was en dat soort vragen kwamen er we wel eens. Want had die gronden in bezit, maar die deed zelf niet het uitbaten bijvoorbeeld van de weilanden, want dat deed natuurlijk de, de boeren zelf. Dat, uh, die waren verpacht. De landbouwgronden waren verpacht. En dat liep uh, via een, 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 een ja, hoe heet die man, Smulders heette die geloof ik, die regelde dat. Als een rentmeester? Dan. Ja, Piek van den Hoven was rentmeester bij ons. Die is dat na tien gaan doen, ja. En dat was de rentmeester eigenlijk van die gronden. Namens de stichting. En, en het beheer van, van de natuur in het gebied? Hè? Want de Efteling had, u natuurlijk nog, uh, had toen al enorm veel natuur. Uh, het gebied Loonse Land, maar ook uh, het Duits bosje, uh, het bos waar nu uh, Bosrijk is gebouwd. Graven. Graven, ja. Uh, deed je dat er ook bij? Ja, maar uh, we, we deden niks aan beheer. Wij deden nooitjes in die bossen. Hooguit als er eens een keer een storm was geweest en een boom omgewaaid die op het pad lag... dan haalden we die weg, maar verder gebeurde er niks. Nee, nee. Uh, nou is het grondgebied van de Efteling en van de stichting de laatste jaren flink ingeperkt. Hè? Het, het kraanven is, uh, is overgegaan naar uh, natuurmonumenten. Uh, alle natuur- en landbouw ten zuiden van het spoor. Uh, pas geleden nog een, uh, een heel groot deel van uh, het natuurgebied, het Loonse Land. Uh, dat zal in jouw tijd ondenkbaar zijn geweest. Want toen was het volgens mij vooral nog groter, groter, groter worden. Ja, dat, dat verbaasde me ook. Het kraan wist ik, want dat was onderdeel van de compensatie voor de verblijfsdocumentatie. Uh, dus dat was bekend dat we dat zouden afstoten. op het moment dat er de vergunning was hè, dat we mochten bouwen. Uh, maar de andere gronden, ik, ik las het laatst ook in de krant. en dat verbaasde me wel ja, dat ze dat uh, zo makkelijk uh, weggaven. Ik kan het wel snappen, want ja, ze kunnen niks met die grond. Dus het kost alleen maar geld. En als je het dan voor een symbolisch bedrag van een euro, heb ik begrepen, over kunt doen, ja, ja oké. Okay. Ik snap het wel, maar het was in mijn tijd, denk ik, ondenkbaar, ja. En had jij vanuit het grondenbeheer ook, ook nog contact met de stichting? Nee, 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 nee. Dat liep, liep echt via de directie. Ja. Oh. Met de gemeente wel. Met de gemeente heb ik heel veel contacten gehad. Ik mag wel zeggen dat uh, ik de, de contactpersoon was voor de gemeente en... Uh, provincie op heel veel vlakken. Nou, nou, waar moet ik dan aan denken? Nou, met name die vergunningen waar we mee bezig waren. De omgevingsvergunningen tegenwoordig, maar de milieuvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, compensatieplannen, de eerste herziening, tweede herziening, al die dingen meer. Het ja, ging allemaal in overleg met de provincie met name. Bestemmingsplan is een van de dingen die wij heel vaak aanhalen. Er is nu voor gekozen om voor een, ik mag wel zeggen, denk ik, gigantisch bestemmingsplan te gaan, wat bijna heel de wereld van de Efteling omvat. Mm -hmm. Toen de tijd ging naar nou anders, hè? toen werd er steeds wel project voor project aangepakt. Wat vind je nou van het verschil van die twee aanpakken? Uh, er is voor alle twee iets te zeggen. Kijk, als je het nu aanpakt in één keer, dan ben je voor de komende jaren klaar. Uh, ik weet niet hoe, hoe ver het in beton gegoten is hè, het bestemmingsplan, want Efteling-Kennende, ze willen nog alles van richtingen veranderen. Wat ik zeg, ik kreeg, de eerste dag kreeg ik een tekening voor de wereld van de Efteling. Over tien jaar. <laughs> en nu ligt er een heel ander plan. Ik zie wel dingen van herkenning. Daar gaat het niet om. Maar als je het alles omvattend doet en je giet het echt in beton... dan kun je weinig anders meer. Daarnaast, en dat is ook gebleken... hoe omvattender het is, hoe meer bezwaren er binnenkomen. Dat is gebleken. Op het moment dat je het in stukken knipt... Want ik denk als ze de uitbreiding van het park met de zouden zo apart hadden genomen, was het er altijd een eitje geweest. Want daar had denk ik niemand bezwaar tegen gemaakt. Nee. nee. Die uitbreiding valt, denk ik, nu stil. Ja, ook door de coronacrisis natuurlijk, maar die valt nu stil, doordat het in het allesomvattende bestemmingsplan is uh, gegoten, denk ik. Ja, het is ook wel mooi dat je dat zegt want uh, Het is zo dat ze het is niet echt in beton gegoten. Want ze hebben op heel veel plekken hebben ze best wel flexibele bestemming, zeg maar. Maar daar zit ook een deel van het probleem in. Want omdat die nog vrij flexibel is... ja, dan kunnen bouwvolumes geplaatst worden zo en zo groot ongeveer. Uh, maar dan zegt de buurt ook van... ja, we weten niet precies wat er komt. Dus hoe kunnen we dan daarmee akkoord gaan, zeg maar? Dus ook aan die kant snijdt dat mes dan weer. Ja. Ik, ik hoor jou over bestemmingsplannen. Ik hoorde jou daar, daar straks ook over, uh, over geluidsoverlast. Betekent dat dat jij in jouw tijd ook heel veel contact had met nee, bewoners? Nee, gelukkig niet. <laughs> <laughs> ik heb inmiddels ervaring met bewoners. <laughs> ik ben, nee, nee. Ik weet wel. Die, die klachten die kwamen echt niet bij mij binnen. Ik weet wel dat er een twee, drietal notoire klagers zaten. Ja, die kregen ook veel voor elkaar. Onder andere, de, onder andere die geluid zal langs de uh, Europa-laan, Die is er gekomen omdat er één man, één persoon die wilde hebben. En die heeft de wet aan zijn kant staan. Niemand wilde dat ding eigenlijk. Oké. Okay. En die, uh, die woonde in de prinsessenbuurt dan? Ja, ik weet niet waar die woonde. Hm. Het zal hm. niet Marie zijn geweest in ieder geval. Nee, nee inderdaad. Hé <laughs> hey, Jacques, in 2007 verliet jij de Efteling. Als we terugkijken op jouw, jouw tijd naar de Efteling. Kan je eens een, een hoogtepunt of wat hoogtepunten noemen... Van al die jaren die je in Efteling hebt gewerkt? Oeh, daar zijn, ja, hoogtepunten zijn er best veel geweest. Wat ik, wat ik uh, altijd gewaardeerd heb bij de Efteling, je hebt kansen gekregen om te groeien. Ik ben naar binnen gekomen als assistent-hoofd van de dienst Buitenobjecten. Ik ben doorgegroeid naar het hoofd van de, de afdeling. Dat moet ik zeggen, vond ik de mooiste tijd die ik gehad heb bij de Efteling, die periode. Want dan heb je een verantwoordelijkheid. Je bent overal voor over verantwoordelijkheid. Voor het ontwerp, voor de realisatie en het onderhoud. En de inkoop, alles. En ik snap dat dat niet houdbaar is. Hè, dat snap ik ook. Maar dat is mijn mooiste periode geweest bij de Efteling. En, maar daarnaast, je krijgt kansen. En als je ze wil aanpakken, dan kun je daar iets, iets mee. Ik bedoel, ik ben betrokken geweest bij bouwkundige projecten. En in eerste instantie denk ik: wow. Maar je leert er wel van. Ik heb ontzettend veel geleerd in die periode. Dat gebruik ik tot op de dag van vandaag. En uh, ja, hoogtepunten, echt hoogtepunten. Voor mij was wel het hele filteret, Het klaterwatersysteem. Dat vond ik wel een hoogtepunt. Want daar ben ik echt een jaar of tien mee bezig geweest ongeveer. Nou, tien niet, maar zes, zeven jaar ben ik daar mee bezig geweest. Komt ook een beetje uit mijn koker. Uh, dat vond ik wel een hoogtepunt. Uh, de oplevering van theater, de zaal, daar heb ik ook altijd wel... Uh, Warme gevoelens bij. En, en leuke dingen. Dat zijn dan minder hoogtepunten, maar zo'n sterrenslag dat is gewoon heel leuk geweest dat je ermee mee hebt mogen maken. En, en als je moet kijken naar dieptepunten in je carrière bij de Efteling? Nou, met het uh, aanleg van Lac du Jac is er een uh, man bekneld geraakt door het instorten van een sleuf Die is later ook overleden. Dat vind ik ook wel een diepe, dieptepunt. Bij de bouw van de Pegasus heb ik iemand van 16 meter naar beneden zien vallen. Dat vond ik ook niet echt prettig. Nee. Ja, en misschien ook wel een dieptepunt dat ik de Efteling heb verlaten. Ja. Misschien, is dat, ja, misschien kan ik het ook nog wel een dieptepunt noemen. Maar verder, ja, ik, ik heb er altijd met veel plezier gewerkt. En tuurlijk, het is overal wel eens iets. Hè? Ja, dat is zeker. Maar, ja. ik heb ook wel eens gemoppeld, hoor op die organisatie, als dan wanneer Vux en, uh, en Fons Jurgens binnenkwamen, wij zijn de baas, wij betalen. Wij bepalen. Toen zei ik: wel eens, we bepalen, allemaal neger, we betalen niks. <laughs> dus daar uh, had ik wel eens moeite mee ja, met die uitspraak als ze dan binnenkwamen. Hè? Ja, je zei net al dat je, dat je heel veel hebt geleerd bij de Efteling, waar je in je latere carrière ook al heel veel profijt van hebt gehad. Wat zijn dat dan voor dingen? Nou ja, toch, toch eens wat breder kijken dan alleen je eigen vakgebiedje. Ja, multifunctioneel worden. Het projectmatige werken. Dat heb ik echt wel bij de Efteling geleerd. Uh, maar ook, ook luisteren naar anderen. Uh, ik kan wel een mening hebben. Maar de vraag is altijd: is dat wel de juiste mening? En uh, uh, dat vind ik wel heel belangrijk. Natuurlijk heb je in de tijd bij de Efteling heb je met enorm veel mensen gewerkt. Uh, we kennen een hoop namen uit de Efteling-organisatie, die kennen we met z'n allen. Wat waren vanuit jou de meest gewaardeerde collega's? En waren misschien ook wat ongewaardeerde collega's? Dus die echt veel wilden de Efteling betekenen, maar misschien niet zo uh, bekend waren? Of naar buiten traden daarmee? Er zitten bij de Efteling, zaten en zitten denk ik nog steeds, heel veel mensen die heel bevlogen zijn in hun vak en in hun drive om van de Efteling iets moois te maken. Je noemde net Mario Deeltjes al... Maar is iemand, Die treedt dan nogal regelmatig op de voorgrond. Maar als je op de, wat mensen die naar de achtergrond treden, waar ik best wel respect voor had, ondanks dat ik er veel ruzie mee gehad heb, is bijvoorbeeld Henning Knoet. Want die lag, stond lijnrecht tegenover Ton van de Ven. Het symbolica wat nu gerealiseerd was, ik heb daar de eerste tekeningen nog van gezien ergens in het begin, jaren, in het begin 2000 of zo. Toen lag dat al. Misschien in iets andere vorm en de invulling was niet bekend. Maar toen was er al een idee van symbolica. Nooit van de grond gekomen door een boycott van Ton van den Ven. En dan denk ik, ja, zo slechte ideeën had hij niet. Ik was ook niet zo'n voorstander van die, die, die primaire kleuren. Maar goed, hij had er wel een filosofie achter. En daar heb ik, daar heb ik altijd wel respect voor gehad. En er zijn, er zijn best wel mensen geweest die daar gewerkt hebben waar ik niet mee. Goed mee op schieten, ja, dat klopt. Die zijn er best wel geweest. Ja, en je had natuurlijk ook één uh, collega, volgens mij, uh, op dezelfde afdeling. En die uh, had op dat moment nog geen baardje, uh, Een klein mannetje, dat is je daar <laughs> meestal. Kan je daar iets van herinneren? <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Een klein fanatiek baasje was het. Maar <laughs> een redelijk eigenwijs eigenwijsbilletje. <laughs> ja, misschien moeten we dat even uitleggen waar Sjak en ik hebben... nou we hebben. Anderhalf jaar bij elkaar uh, op kantoor gezeten, in dezelfde kamer zelfs. Hè? Ja, tegenover elkaar, dacht ik. Ja, ja, ja tegenover ja, ja. elkaar. Ja, klopt. En, uh, hij kwam binnen als stagiaire of vakantiehulpje, een seizoenkrachtje. Ik weet het al niet ja. meer. En, uh, nou, We hebben er ook wel veel plezier van gehad, want hij uh, was best accuraat met uh, uh, documenteren. Uh, van de bestanden goed wegzetten en uh, opbergen. Uh, we hebben er ook best wel mee gelachen. En nou, hij was best wel eigenwijs. <laughs> uh, hij is niet veel veranderd hoor ik wel. Ja. <laughs> en hij had ook best wel een mening die hij vertelde. Dus, uh, ja. 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 Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Maar goed, uh, samen met Leon. Dat was eigenlijk jouw vriend hè, Leon Euterings. Ja. Uh, zaten wij met z'n drieën eigenlijk heel gezellig bij elkaar. En, uh, ja, ik heb er goed mee kunnen werken. Ik heb er niet zoveel last van gehad, eerlijk gezegd. Kijk, dat waren twee, uh, waren twee mooie jaren op kantoor Vogelenzang, inderdaad. Ja. En ik geloof dat ik inmiddels ook wel iets, iets minder eigenwijs en iets genuanceerder ben dan, uh, dan destijds. Oh, als dat denk ik ook wel. kan me niet voorstellen, eigenlijk. Maar. <laughs> nou, had je mij toen eens moeten horen, Paul? Ja, misschien moet je het ook dat niet zo was. <laughs> hey, jij vertrok in 2007 bij de Efteling, dus wat, wat heb je daarna nog zoal gedaan? Nou, ik heb, uh, ben toen naar de Randstad gegaan. Bij IRADO werkzaam geworden. Als manager, uh, operationeel manager, UBOR. Uitvoering, beheer, openbare ruimte. Oud ambtenarenapparaat wat geprivatiseerd was. Een soort Efteling dus? Bijna. <laughs> ja. En eigenlijk was het doel om daar. Uh, die, die gasten een beetje. Ja, die organisatie te professionaliseren. Uh, dat heb ik tot 2011 gedaan. Daarna ben ik voor datzelfde bedrijf de commerciële activiteiten gaan doen. En uh, ben ik bedrijfsleider geworden van een dochter de uh, Die de commerciële activiteiten deden. Dat heb ik een jaar gedaan en toen kreeg ik te horen dat ze mij zouden gaan stoppen met de commerciële activiteiten. Want de wet markten en overheid kwam eraan. En ze mochten dan maar 10% commerciële activiteiten doen. En toen werd de stekker uit dat bedrijf getrokken. Dus toen kwam ik op straat staan. En toen dacht ik van, nou, dat regel ik wel even. Maar dat even regelen, dat uh, viel even wat tegen. En ik heb vier jaar gezeten. waarvan een jaar in de bijstand. Oei. een en ander meegemaakt, een hele zware periode. Maar goed, uh, huis verkocht. dit huis kunnen kopen van de overwaarde van het vorige huis. Uh, op een gegeven moment uh, toch weer aan het werk gegaan. Uh, als rioolinspecteur, nota brengen. Maar goed, werk is werk. Bijstand, dat je, gun je echt niemand. Daar heb ik twee jaar gedaan. En toen ben ik bij de gemeente Zundert aan de slag gegaan. Als projectleider. En daar ben ik nog steeds. Kijk, okay, dat is toch het stukje wat je hebt opgepikt bij de Esting. Kun je nu weer, weer, ja, weer werken? Ja, en de, daar maken ze bij Zundert ook dankbaar gebruik van. Want uh, ook in Zundert loopt een uh, traject om projectmatig te gaan werken. En dan. Uh, uh, breed de, in de organisatie, zeg maar. En uh, ja, daar maken ze wel gebruik van, mijn kennis. Ja. Kijk. En zodoende zijn wij elkaar ook nog wel eens een paar keer tegengekomen, Sjak. Want we doen, du, we doen nu allebei een beetje hetzelfde, hetzelfde werk. Ja, maar dan in, uh, in een soort uh, vergelijkbare gemeente. Sjak, hey, afrondend. Kom jij nog wel eens in de Efteling? Ja, ik heb een amendement. Ah, kijk. Ik heb uh, twee kleinkinderen, draagt staan ze. Op foto van de Efteling. Ja. <laughs> Oh ja, inderdaad. Ja. Voor Symbolica. symbolica huh? ja, 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 Symbolica. En uh, ja, we hebben een abonnement. Sinds we de kleinkinderen hebben. Hebben wij een paar jaar geleden weer besloten om een abonnement te nemen. En dan kom ik nog regelmatig. Kijk, dus we zijn gewoon ook nog collega Efteling-fans. Ja, ja, ja. Nou, en ik moet zeggen. Ik heb ook nog wel contacten. Ik, uh, uh, ik heb laatst een heel leuk compliment gehad van Koen Bertes. Mijn dochter ging op zaterdag 7 september ging ze trouwen. En die wilde trouwfoto's maken in de Efteling. Maar dan moest ze een maand van tevoren aanvragen, geloof ik. En dat vroeg ze een week van tevoren aan. En toen kreeg ik een telefoontje van... heb jij nog invloed bij de Efteling? Ik zei, nou, invloed niet. Maar, vertel. Ja, die foto's en wil ik zo graag. En Ja, dat had een maand geleden al gedaan moeten zijn. En vergeten. Kun jij iets? Ja, dat weet ik niet. Ik heb Koen Bertens een mailtje gestuurd. Maandagavond nog. Dinsdagmiddags kreeg ik een mail binnen van... dat het toegestaan was... Dus ik bedank Koen, van joh, bedankt voor het regelen. En eh, toen kreeg ik een mailtje terug. Ja, zegt je normaal gesproken doen we dat niet dit weekend. Maar voor jou hebben we een uitzondering gemaakt. Want jij hebt ook heel veel voor ons gedaan altijd. Nou, vond ik toch nog een heel leuk compliment. Ja, ja, toch een heel leuk compliment. Zeker na al die jaren. Ja, ja. Nou ja, goed. Uh, ik heb toen in 2007 de besluit genomen. Ik heb achteraf alles gedacht van... Heb ik er goed aan gedaan? Maar ja. Dan zeggen ze koe in de kont kijken. Ja. Hè? En, en ik moet zeggen, ik zit nu heerlijk in mijn vel als ambtenaar. Ik ben nooit ambtenaar geweest. En uh, het was al, altijd een wens van mij om eens een keer als ambtenaar te werken. Nou, die wens is uitgekomen. En ik, ik vermaak me uitstekend. En je komt dus nog veel in de Efteling. Ja. Wat, wat, wat vind je eigenlijk van de huidige Efteling? Ik vind echt wel dat ze een kwaliteitsverbeteringsslag hebben gemaakt. Echt wel. Als ik zie hoe nu. Winkels aangekleed worden, hoe horecagelegenheden gelegenheden aangekleed worden. Uh, het Ooster, uh, in plaats van de Likkerberg, de poloskeuken had ik net al gezegd. Uh, hoe meanderingen tegenwoordig gerealiseerd worden. Uh, de thematisering van attracties. Ik, ik vind echt dat er een verbeteringsslag is. Ja, kwaliteitsverbetering. En loop je nog wel eens door het park rond en dan denk je: van, ah ja, dit heb ik toen toch mooi geflikt? Ja, regelmatig. Ik uh, liep laatst met mijn schoonzoon, uh, hadden we een dagje Efteling. En uh, het smidje bijvoorbeeld. Uh, ja. Bij Tanton Piekplein. Kende hij niet. En dan vertelde ik weer iets. Oh, heb ik nooit geweten. Dus, uh, en ik loop nog steeds. En dan loop ik wel eens bij de Siertuin. Dat prieeltje. Dat is toch nog een ontwerp van mij. Wat er nog ja. steeds staat. Ja. 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 Leuk. En, en zou je ook nog een advies hebben voor de Efteling? Voor de toekomst? Ja, word, word niet te commercieel. Hou het wel Eftelings. Word geen Disney. Doe ik daarmee? Zorg dat je je merchandising wel op kwaliteit houdt. En uh, ik, ik krijg nu wel eens verhalen uh, dat, dat er iets gekocht wordt, een, een pyjama of zo, één keer in de was en je kunt ding weggooien. Dat soort dingen. En dan denk je, ja, daar moet je wel mee oppassen. Moet je echt wel mee oppassen. En prijs jezelf niet uit de markt. En ik weet het, het is veel geld. Het is niet duur, maar het is wel veel geld. Om naar de Efteling te gaan, een dagje. En dat is altijd al wel geweest. Je krijgt waar voor je geld, dat weet ik ook wel. En ik kan me ook nog wel onderzoeken herinneren. uit die periode. dat mensen het gedacht hadden meer uit te geven. Te hebben op het eind van de dag. Maar dan nog. Ja, en verder, ja, blijf doorgaan. Ja. En blijf investeren, want stilstand is achteruitgang. Ja. Nou, dat lijken we wijze woorden uh, waar wij het alleen maar mee eens kunnen zijn. Uh, en ook mooie woorden om dit, uh, dit interview mee af te sluiten. Ja. Nou, ja, Jacques, dan willen we jou uh, van harte bedanken voor jouw tijd. Graag gedaan. Ik vond het leuk. We hebben weer een paar mooie kijkers gekregen. in uh, ja, een periode die wij toch iets minder bewust hebben meegekregen, denk ik. Ja, behalve de laatste jaren dan natuurlijk. En vooral jij, Tim. Ja, <laughs> ja we, we hebben niet alleen kijkers achter de schermen gekregen. maar nu ook kijkers onder de grond. Oeh, ja. dat is de eerste keer dat we dat uh, <laughs> hebben gehad in Kleine Boodschap. Oké, okay. inderdaad ja. Uh, wil je nou overigens nog meer weten van uh, hoe het op dit moment met groen eraan toe gaat in de Efteling... dan kun je onze aflevering met Mario Diltje luisteren. Is toch, uh, die heb je nog aangenomen, hoorden we in het begin ja? ja klopt. Die vertelt hoe het er tegenwoordig uh, een beetje aan toe gaat. Misschien niet zo gedetailleerd als hier. Maar ook heel interessant als je dit, uh, als je dit een mooi inkijkje vond. Ja, of natuurlijk het, uh, het rondje keierspoor met Ivo Suutmeijer, Ook een klein beetje jouw opvolger, uh, Jacques. Ja, en zeker de introductie die daarom vooraf ging. Ja. ja. Nou, Wil je laten weten wat je van deze aflevering vond? Daar hebben we verschillende manieren voor. Je kunt bijvoorbeeld een berichtje achterlaten op social media. Op Twitter zijn we het Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. We hebben ook een website kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Er staan ook de show notes bij. Dus als er relevante linkjes zijn, dan plaatsen we die daar. Kun je de afleveringen zelf luisteren. En er staat een contactformuliertje op. Ja, en daarnaast kan je ook gewoon mailen naar info.kleineboodschap.com. En luister je ons nou in een podcast app, dan kun je je daar direct abonneren. En dan krijg je op zijn minst iedere maand een nieuwe kleine boodschap afleveringen in je podcastfeed te zien. En verder kan je ons ook luisteren via Spotify en via de website. En luister je ons nou in Apple Podcasts, geef ons dan ook eens een rating of een review. Dat vinden we altijd uh, hartstikke leuk. Zeker. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Houdoe.